Oké, okay, klaar met die scheidherrie. Hallo iedereen, welkom bij de stream van vandaag. We hebben de 200.000 abonnees, dus wij gaan het vieren. Hey! Als je zo hard schreeuwt, komen de buren ook mee vieren. Dat is leuk. Ja. Oké, okay. Yes, Wander. Pak even allemaal jullie taart erbij. We gaan even allemaal taart eten. Wander, deze heb ik net gehaald. Ja. Jij was erbij toen ik het haalde. Dat maar weet ik. Het is een verrassing. Kijk even niet. Ja. Wow, Wander, moet je taart? Oké, okay. Als mijn kleren vies worden, was jij het zelf? Ja, dat is goed. Heb je een vork? Misschien was dat wel handig om te meten. Nee hoor, dit gaat toch gewoon in één keer de mond doen. Ja, top. Oké, okay, hier jongen, pak ook maar een stukje taart. Ja. Hoi. Ja, oké. Okay. Houden we allebei het bakje een beetje erboven? Of? Dat kan niet tegelijk, hè? Nom, lekker hoor. 200.000. Nom. Hier. Ja, best nu. Ja. Dus jongens, even allemaal lekker taart eten. Nom, nom. Oh, niemand heeft taart. De taart is al op bij de meeste mensen. Ik heb net mijn avondeten op, maar ik kan er altijd in. Ja, bij mij ook. Ik heb echt veel gegeten. Nom. Nou, kom ook maar een stukje halen, allemaal bij de bakkerij Bart. Ja. Warnebelt. Ja. Vanuit daar streamen we nu. Je kunt het zien, dit is niet Gerald's kamer, want we hebben slingers. Ja, ik heb normaal geen slingers. Nee. We zijn alleen hier. Oh. En iedereen die vandaag jarig is, gefeliciteerd. En proost. Ja. Lekker hoor. Leuk hè, kijken naar een stream hoe iemand taart eet. Ja. Ah. Oh. Je bent ook wel een beetje een oude taart. Ja. Oh, iemand eet een lumpia. Oh, dat lijkt er wel op. Lekker taartje. Ja. Ja, chips is ook goed hoor. Ja. Ik heb een loempje aan. Ik moet een doek hebben, maar... Ik zeg, het aan mijn naam is Wander, dan is de naam zo moeilijk dat ik hem niet even uit te spreken, joh. Nee, joh, Paul-ship. Oh, gewoon naam. Maar hoe gaat het met iedereen? Want ik zie dat iedereen heel stoked is voor PewDiePie Simulator. Ik zal er eens een keer naar kijken. Kijken of het leuk is. Lekker, hè? Alleen nu moet je handen aan je broek afvegen. Je broek? Nee, jouw broek. Je hebt een grijs broek, man. Oh, mam, hij likt aan zijn vingers. Maar ja, we hebben vandaag 200.000 abonnees. Jongens, hartstikke bedankt. Natuurlijk voor de 200. Ik wil een tootje hebben. Ja, dat wil ik hier opdoen. Oké, okay, ja, doe wel even de deksel erop. Anders weet ik het wel weer. Dan staan deze straks uitgebroken. Kijk, nu blijven ze lekker vers, man. Hè? Oké, okay, maar goed, ik wil iedereen even bedanken natuurlijk voor de 200.000 abonnees. We gaan vandaag een leuk GTA doen, Wander. Bedankt, jongen. Ja. Mijn crew. Bedankt, jongens. Maar ik heb die video al gemaakt, ik hoef helemaal niks meer te zeggen. Vandaag gaan we gewoon weer even lekker GTA 5 doen. Mijn bureaublad is mooi opgeruimd. Alles is naar één bureaublad weer gegaan. Ja. Ben ik heel blij om. En vandaar de slingers hier, jongens. Ik heb 200.000, het is gewoon leuk hoe oud ik ben. Ik ben 12 jaar oud, dus ik ben eigenlijk net begonnen een weekje. En meteen 200.000, ja, het is gewoon geweldig, zoiets. Dat maak je normaal niet mee. Kijk, maar laten we gewoon gaan beginnen met de stream. GTA 5, hartstikke leuk. Maar zit ik te denken, hè? Ja. Want het is vandaag natuurlijk wel een speciale dag. Dus misschien moeten we hier ook even iets leuks toevoegen, ja. Jongens. Nee, geen kont. Oké, okay, ik heb hier allemaal afbeeldingen. Wat zou leuk zijn? Misschien Tommy. Nee. Bob Ross? Nee. Bob Ross hier op de camera doen. Nee, dat is zonde. Nee, dat is leuk. Een cactus, dat je daarop kan zitten. Oké, we doen nog een cactus. Oké, wacht even hoor. Moeten we even een cactus? Hallo, nu ziet iedereen een cactus. Oké, we doen hier een cactus. Dit is onze... Wij vieren dit met de cactus. Ja, wij vieren ons dikke 200.000 met een cactus. Oké, nog één dingetje erbij nog. Gewoon iets leuks. We moeten even iets leuks doen. Geen kont. Nee. Maar ik ga nu echt voor Bob Ross. Op een cactus. Bob Rosso, hier. Nee, dit is onze microfoon. Dat is geweldig. We kunnen gewoon de hele tijd naar de stream kijken. En we kunnen hem aaien. Ja. Oh shit, nu heb ik niet geunmute. Nu moet nog iedereen unmuten. Kunnen we Bobje zo... Nee, dit is Bob Ross, jongens. Doe even een dab. Wacht, nog een keer? Wacht, doe even zo'n geluid. Ish. 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 Auw! Ja, oké, okay, cool. Ja, dat was onze dap, jongens. Hartstikke leuk. Hebben we ook bier en bitterballen? Nee, we hebben Bob Ross en een cactus.
Zo vieren wij. Ik heb wel geen bitterballen, maar wel... Ja, oké. Ik doe even GTA weer uit. Ik moet even al tabben. Ik zet eventjes de crew die meereest vandaag. Ga ik even erbij halen. Hallo? Piep, 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 piep. Hallo? Hallo? Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. Oh, jongen. Piep, 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 piep. Ik moet nog een keer al tabben. Er zit een muis op je schouder. Piep, piep, piep. Hé, blijf van mijn nieuwe muis af. Dat is echt een hele dure muis. Dat was 12 euro voor een muis en toetsenbord. Ja. Dus ik denk, nou, die bestel ik. Hoi allemaal. Nou, hoi allemaal. Dat is een beetje een raar begin van de stream. Het moet heel feestig zijn en het is echt best droevig. Ja. Vind je het? Het is echt een droevige stream. Hallo! Nee, Zoomie, als ze jou horen wordt het helemaal droef. We hebben een nieuwe subscriber, TF Works! Hij is een harde waardekant! Dankjewel jongen, welkom bij de Chroma Crew! Woo! Doe even allemaal een applaus gewoon of even een kak in de chat. Een kak een als je een subscriber een bent. Alleen de subscriber cactus. Dan is het goed. Even kijken, we gaan online joinen. Gerda, natuurlijk. Wat is je naam? Ik heb het on... Gerda. Gerda is het. Gerda is mijn naam. Of je worst lust? Soms, ja, zeker. Wat voor worst vind jij lekker? Mijn eigen worst vind ik het lekkerst. Maar als ik dan een worst van iemand anders moet kiezen, dan doe ik het wel van de buurman. Ja. Want die heeft met een worst thuis liggen. Oh, die is slager, hè? Ja, die is slager. Ja. Die heeft van die fikse worsten, jongen. Dus ja, dat vind ik wel leuk. Kijk, kijk, Sabrina die kan tenminste kak zeggen, weet je wel. Die hoort er echt bij. Dan zegt nog iemand poep, die valt helemaal erbuiten natuurlijk. Oef, ga weg. Ze zegt een vliegenbobros. Chromo is homo, maar toch niet. Hij is een zwarte piet. Nou, Matsy Boy Lol, ik hoop dat jij je Bartsy Boy Lol hebt gehad. Ja, dat is wel poep, 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 poep. Pizza. Lekker hoor, pizzaatje. Nou, ik heb trouwens niet helemaal niet zin in pizza. Heb je geen zin in ik pizza? Had laatst ook weer een pizza en ik dacht, ah, ik gisteravond ook. Ik vind het niet zo lekker. Nee. Tenzij je echt bij een echte pizzeria gaat, dan kan het lekker zijn. Bij een dure pizzeria. Ja, dat gewoon, je echt zo'n gevulde plakkaat hebt. Dat je 12, 13 euro voor je pizza betaalt. Ja, en niet van die goedkope scheibennen van 3 euro. Domino's ook wel lekker hoor, maar dat zijn allemaal van die fabriekpizza's vind ik. Ja. Ik wil zo'n vers, zoals bij de Joker, zo'n vers gemaakte pizza. Dat is gewoon een stuk deeg, even erop schijten, ja. Uitsmeren. Maar wel met tomatensaus schijten. Ook tomatensaus, dat eerst heel veel tomatensaus eten en dan het uitpoepje. Ja. Wat heb je een mooi kort broekje aan? Ik zie er weer lekker sexy uit. Ik ga eens even hier zo opstaan terwijl de game opstarten. Zo, even kijken. GTA Online. We hebben vandaag een hele speciale playlist gedaan, want ik... Yo Sven, ik heb een hele goede vakantie gehad. Hoe was jouw week op school? Ja, was je er vorige week niet? Was je toen op vakantie? Ja, vorige week was ik dat is vorige week voor Omgebekkie. Nou, zo heet de playlist. Het moet goed zijn natuurlijk. Ik ken me nog. Bananenschiller. Ja, ik ken heel veel bananenschillers. Kijk, ik ben natuurlijk veel bananenschillers in mijn leven tegengekomen. Ja, zo hebben wij elkaar ook ontmoet, hè? Ja, toen ik... Het scheelde me niet zoveel. Toen kwam ik hem tegen en zei, ja, ik ben bananenschiller. En dat, nou, vanaf dat moment scheelt me best wel veel. Ja, en vissen, en, hè? En ja, vissen. Het scheelt ook in de portemonnee. Vissen. Veel vissen. Ik heb heel veel vissen gevangen in mijn leven altijd. En die was die ook aan het schillen. En toen zei ik, goh, dat moet je helemaal niet doen. Dan gaat die dood van. Nee, ontschubben heet dat. Ja, maar... Waarom heb je nou weer... Ja, maar was in de zomer. Al die schubben, ik denk, alles heet. Dan moet ik even afhalen, omdat ze dan weer met een lekker fris huidje de zee in kunnen. Ja, maar zo werkt dat niet bij vissen. Oh. Dus jij hebt al die vissen vermoord. En die heb ik vervolgens in de sushi gegooid. Er stond dat 30 man mee en kon doen. En toen kwam Zoomie bij ons meedoen. Want die denkt van, goh, als ik met hun gegamen, kan ik misschien ook een keer sushi eten. Ja, nee, dat zou kunnen. Ja. Nou, ik heb jullie uitgenodigd. Ja, we moeten nog steeds een keertje sushi eten. Ja. Mijn agenda zit vol tot en met 1 januari 2007. Dat ligt hier, maar dat is wel zo. Oh, ik heb wat in mijn ogen gehad, jongens. Ik ging dus naar de supermarkt fietsen. Kan er dan een keer een vliegtuig aan? Bats! In zo'n oog! Ja, gewoon een vliegtuig, hè? Gewoon een soort 9-11 in mijn oog. Zeg telefoon. Maar. Via de telefoon. Maar ik heb gewoon dus een dikke vlieg in mijn oog gekregen. Een mug. Ja, verschrikkelijk is dat, weet je wel. Dan zit je daar en eet het zo. En dan ga je erin wrijven. Wist een vlieg in mijn neus! Oh, pakken! Pakken! Jij bent een fijne YouTuber, maar ik ben altijd lekker rustig. Ja, ik ben niet zo overdreven. Dat lees ik in de comments wel eens. Dus... Echt? Ja. Nou, ik ben altijd wel heel rustig, ja. Ja, je waren de rust in mezelf. Maar toen kreeg ik stront in mijn ogen. Dat was echt geen pretje. Wacht, alleen brandweer, waar zijn de rest? Die komen zo. Durp is nog eten. Waar is Mandy? En Mandy ligt ziek op bed en die ging film kijken. Oké. Okay. Nou, dan is het een lekkere rustige race Twente vandaag. Is, weet ik niet. Oké, okay, nou ja, zometeen kunnen er ook nog meer mensen meedoen waarschijnlijk. Maar nu staan er 8 op een of andere manier. Dat snap ik weer niet hoe dat komt. Even kijken, we gaan even mensen net de crew. Yo, Chromo, gefeliciteerd met de 200.000 abonnees. Je verdient het. Kijk. Hey, Badder Jari. Die gast die keek vroeger mijn Battlefield video's. Badder Jari? Ja, die keek vroeger mijn Battlefield video's.
What the fuck? Nee, dat heb ik. Hij heette Jari en toen zei ik altijd Badri Jari en dat heeft hij daarom zo veranderd. En net als TF Works. Waarom krijg je geen invite? Mijn naam is Matthijs. Als jij hier tussen staat, dan krijg je een invite. Als je hier niet tussen staat, dan ben je gewoon een dik knuppel. Want dan heb je online niet goed staan. Wanda, wat heb je geweldig goed. Dankjewel. Kaya de Harry. Die gebruik ik altijd om hier te overleven in het oerwoud. Ja. Kijk, jullie zien natuurlijk alleen het scherm hier. Ik zie kijk, dit is hier Jeffrey. Gebeurt. Met de... Er lopen hier tijgers rond en zo. Het is echt, je wil niet weten hoe erg. Ik wil Gamebron sowieso. Ik heb Gamebron's video's dus bekeken. Hè? Ja. En die zit dus met knijtveel lek mee te racen met mijn streams. En dat neemt hij soms wel eens op. Ik zag laatst een filmpje, moest gewoon lachen. Toen wou hij mij killen en ik reed eerst. Hè. Ja. Toevallig. Eigenlijk rijd ik altijd eerste natuurlijk, jongens. Even nou, we kunnen beginnen. Maar. Ja. Ja, dat ging dus zo. Pindakaas soufflé! Badriari zit er een keer in. Nou, dat is leuk. Hier met een andere naam erbij. Gezellig, leuk, hè? Lachen. Hé, hey, Bander, zou je wel eens een pindakaas soufflé. Pindakaas soufflé? Willen zeggen. Ja, en dat heb je gedaan. Heb ik al gedaan. Wat voor auto moet ik nou innemen? Een auto met wielen. Bander, gebruik je hoed voor de hoedvlogs? Ja, ja. Dat klopt. Ja. Dat is een goede grap. Ja, die hebben we nog nooit gemaakt, ook. Oh, kut. Oh, ze zei het K-woord. Nee, niet het K-woord zeggen. Zullen we hem muten? Ja, dat is goed. Beter. Dat is geen K. Kak! Kak. Yo, Malse Wander. Nou, we hebben een paar van haar, hoor. Nou, Wander is een beetje niet zo... Chromo, was je op Gameforce? Nou ja, je hebt een foto waarschijnlijk gezien. Ik was op Gameforce, maar ik vond het echt geen reet aan. Dus ik ging weer. Wat zei je? Het is niet echt te doen, zeg maar, Gameforce voor ons. Als we daar gaan lopen, de hele tijd handtekening schrijven. Ik word er helemaal flauw van, zeg maar. Wat is dit voor trage bakker? Ja, dit is echt een vette race. Oh, holy shit. Ah, kak. Oh, weapons enabled. Ja. Nou, de bullshit starts. Nou, let op. Nu krijg ik een zetje van heel veel mensen. Oh, blijkbaar niet. Zetpil krijg je van heel veel mensen. Ja. Oh, oh ja, dat wordt gelegd. Ja, ik was er niet. Hey, we hebben vandaag een deal uit brandweer. Ah, kak. Ja. Nou, lig ik in mijn eigen bom. Ik lig in mijn eigen bom. Brandweer, pas op. Ja. Oh, brandweer, pas op! Brandweer, aan de andere kant, aan Steffertje. De andere kant! Brandweer! Ai, ai, ai! Is de nieuwe suppie! Steffertje! Steffertje, die Steffertje. Ken ik nog niet eens. Steffertje, welkom jongen, welkom bij de Chroma Crew. Hartelijk dank voor je steun natuurlijk. Doe allemaal even een dikke kak voor Steffertje in de chat. Oké. Okay. Dat... Oh, ruik je de dikke kak? Ja, ik ben echt blij mee. Oh! Ah, wat een checkpoint. Oh my god! Ja, pas op, er liggen nog ergens. Oké, go, gast erop, jongens. Ah, de Gameron heeft voor me. Slip mijn partij weg, hé. Zo, die Gameron heeft weer internetlek, maar ik heb je wel opgeblazen, ouwe Geertank. Groetjes. Groentjes. Oh. Oh, kak. Even draaien. Oké, dit gaat lekker. Hoi, groepje. Hoi, bedankt voor het setje, jongen. Brent, dit komt goed. Je kan meespelen zometeen, maar dan moet je wel in de crew zitten. Ja, maar ik kan in de crew zitten. Maar we hadden 8 plekken maar. Wanneer dus, doe je peuk uit je bek? Zometeen komt er vast wel weer plek bij. Want daar komt wel goed. Oh, Badriari. Oké, daar gaan we. Dat heeft maar een klein beetje van 8 zo. Nee, er stond 30 bij. Maar deze race heeft er toevallig 8. Maar volgens mij kan... Dat is alles 8, dat weet je. Is dan alles 8? Ja. Heb jij een leuke playlist? Ik heb playlists. Zoek er even nu eentje op dan gewoon. Het zijn niet de oldschool dingen zeg maar. Kun je nu een oldschool playlist zoeken? Oh, die zijn moeilijk te vinden, maar ik nee, je moet proberen. Gewoon niet op 30 dagen zetten, dan is het heel makkelijk. Hallo Badder. Heb morgen PW, nou maar wil graag je stream zien. Wat is een PW? Brandweer. Wie weet wat een PW proefwerk. Is? Proefwerk. Ah. Kijk. Password. Ja. Oh! Ik heb morgen een password. Ik kom dus, hier gewoon niet weg, ik jongens. Ik kijk je stream vandaag. Hey. Makes sense. Chroma schiet. Ja, ik schiet gewoon omdat ik eerste wil worden. Maar dat lukt niet zo met jullie. Fucky. Oh. Ai, aan de kant. Dat aan is vervelend, er zijn meerdere mensen die eerste willen. Oh, dit is verschrikkelijk, ja. Ja, dat is eigen bom. Ja. Oké, dan ga ik het ook even doen, hoor. Dankjewel, GTA. Wow! Double kill, bruh. Dikke explosie niet! Wie gooit hier gas grenades? TFWorks! Oké, thanks! TFWorks! TFWorks, aardige man, jongen. Bedankt voor je 10 euro donatie, jongen. Thanks voor de steun, bro. Oh my god, hoe kom ik hier nou weer hier uit? Zo, op die manier. Zo.
Maar oh, ik zie van me ook al welke je hebt gepakt. Heb je spirals, loops, nee, die heb ik niet gepakt. Maar brandweer! TF Works. Hans Worst. Dankjewel, Matthias. Een moeilijke naam, maar nou ja, moeilijk eigenlijk ook helemaal niet moeilijk. Maar hartstikke bedankt voor je 10 euro donatie, jongen. Je bent een shit. Je bent een shit. Je bent een skat van een man. Hallo, Pimsels. Is brandweer echt 18? Nee. Ja, centimeter. Brandweer was 18 toen hij zijn naam maakte. Hij wordt nooit ouder, jongen. Hij blijft een jeugdig tonkje. Hey, brandweer. Later, hè? Nee. Tweede. Nou, vind ik nog niet eens zo erg. Dat is hartstikke prima. You're a cool player. Thanks, mate. Lol, 10 euro voor dat. Nou, jongens. Hey, ik ben nog niet klaar. Hij zegt enjoy. Dankjewel. Wij gaan zeker enjoyen vandaag. Het is natuurlijk de 200.000 subspecial day. Man, oh man. We hebben taart staan. We hebben bier warm staan. Water. Een lekker stukje taart, Roma. Wij gaan morgen, donderdag lekker donderdag. Samen chillen, Durp. Yeah. Dus lekker knus bij elkaar. Oh, hey. Vanaf hoe laat? S'avonds. S'middags gaan we nog een video opnemen, toch? Nee, dat is vrijdag. Oh my god, nog 5 seconden. Zo, donderdagmiddag. Ja, dat komt goed. Okay. Je bent ook weer, ben er ook weer bij. Please, zeg mijn naam. Nou, de gekste gasten zijn er ook weer bij, jongens. Het is wel hartstikke. Het is er niet te geloven. Yeah, dank je dan. Waarom? Wat heeft deze vlieg? Deze vlieg is net is een fan van jou. Hij wil graag een handtekening, denk ik. Ja, dat is niet leuk. Chromo, ga straks pizza bestellen. Nee. Hey jongens, ik ben wel even 38 geworden. Jij bent 38 geworden. Ik dacht 28, maar 38, ja. Zo, ze is oud al. Ja, ze is hele oud. Nou, Gamebon die heeft ook een keer dat hij eerste staat. Gefeliciteerd, jongen, ouwe rukker. Werden dat hij dit uploadt? Ja, zo. Ik sta niet laatste, ik sta boven brandweer. Hij had ook totaal geen lek. Hey, we zouden toch als team DNF gaan? Nee. Zet die cactus even weg, zegt iemand. Nee, die cactus is juist de bom. Dit is de Celebration Cactus. Ja, die cactus is juist sick. Zonder deze cactus was... Deze stream is de bom. Met Bob Ross hier zo. Hij is echt hier. Je kunt ook gewoon lekker over zijn hoofd heen haaien. Ramparastras hantes. Thanks. Gefeliciteerd, dankjewel Thijs Wessels. Dankjewel jongen, je bent een schat van de vent. Ik neem aan, zet de cactus even weg, want hij zit voor de minimap. Dat is de 28 players. Oh, zitten we de minimap? Hey. Oké, wacht even. Dan zetten we de cactus even weg. Wat is er? Hoeveel mensen wil je minstens 30. Hebben? Okay, well, this is no go then. Even kijken. Zit hem niet op mij, dit prikt. Ja, maar zo'n beetje bij jou. Oké, nee, aan deze kant. Kijk, is dit? Gezellige cactusje erbij. Dat is toch leuk zo, jongens? Even gezellig knus een woonkamersfeertje, weet je? Gewoon. Oké, okay, dus. mijn tong! Dat is echt verschrikkelijk. Ah, jeetje, hij doet echt pijn hoor. Ah, ja, nee. Dus ik ga met mijn verrotte adder rijden. Dat is toch de laatste race van de playlist. Daarna gaan we een nieuwe playlist starten. Dus dat komt helemaal goed. Dankjewel voor de mensen die me nog feliciteren met 200k. Ik ben er hartstikke blij mee natuurlijk. Maar ik vind het echt wel leuk hoor. Oh, dit heeft 28 mensen, dat kan niet. Ja, 28 is ook prima. Nee, 30 moet het ook 30 zijn. Als het maar mensen zijn. Nee, moet je moet spelen in een de film 50-50. Van, of The Apes. Een beetje Cunning Stunts en of 24 mensen. Ik zie iemand spammen, Benjamin. Stop it. Kijk 24, oké? Okay? Kijk nog even verder. Kijk nog een beetje verder. Je hebt één ronde in de 10. Oké, met mijn adder. Ik ga rieën met mijn adder, dames en heren. Kak, vlieg. Ga weg. Ik ben vandaag 16 geworden, gefeliciteerd. Van hartelijk gefeliciteerd, ouwe bok. Ik hoor dat Kromme 200.000 jaar geworden is. Ik ben 200.000 jaar geworden, ja. Ja, ik ben een oude rukker hoor. Oké, daar gaan we. Deze auto vind ik nog steeds mooi, maar ja. Wat is de naam niet. Van je crew ook alweer? Mijn crew? Ja. De Chromo crew, wat dan? De Chromo crew. Of DGC. Dat vroeg iemand. Of, ja, dat is de twee. Van oorsprong heette ik Dutch Gameco. Maar ja, zo heet ik niet meer. Oh, het is alleen maar Wolrijd, serieus. Okay, nou, dat is ook goed echt? Hoor. Oh, daar ben ik heel goed in. Ik denk dat ik deze. Ik denk jongen, dat ik, deze ben gek op Wolrijd. Oh, wacht. Maar dat is letterlijk alleen maar van je loopings. Gewoon rondjes dat je tegen doet en zo. Dat is geen zak aan. Wee! Ja, man, dat is het leukste. Nice trick erbij, jongens. Heerlijk. En dan, je wordt zomaar ingemaakt worden door een adder. Nee, zij gaan sneller. Dan wil je een Chromo vragen of hij jobs wil doen. Ah! Hij wil wel een keer jobs doen, maar niet nu. Nee, helaas. Maar dat gaan we nog zeker doen. We gaan het wel opnemen weer. Dus, en Matthijs zegt... Zo, de Gameron, wat heb je even internetgast?
iemand, oh, Matthijs is heel lief, die zegt wetenschap tegen Mandy, maar volgens mij kijkt ze niet. Ja, misschien kijkt ze wel, want misschien kijkt ze wel. Is ze geen film kijken, toch? Ja, dat is geen film kijken. Disney-films. Dat doe ik ook wel eens. Oké, ja, want er is één groot Disney-figuur. Yep. Oké, daar ga ik. Ik moet de bal eruit halen. Oh, kak hier tussendoor. Kak! Vraag me af of dat wel kan, überhaupt. Ja, tuurlijk. Ik zie niet eens waar ik heen ga, joh. Ja, dit gaat goed. Dan moet je ogen... Er zit echt een andertje op de wall, right? Wow. Yeah, nice. Ander valt me een beetje van je dit gaat hard. Wat? Dan moet je een ogenblik geduld nemen om goed te kijken. Ja, maar kom op, ze komt uit Korea. King Jong-un is de broer. Oh my god. Okay, King Jong-un is de broer. Ah, je bent een... Je bent een held. Dat is cunning stunts. Ja. Lekker rustig aan doen, Mandy. Jazeker. Ik wilde iets Wander minder... Wander, geef Karin gewoon een kus. Wacht even, zoek even op de laatste maand of zo, hè. De laatste maand of zo, dus dat is er toch ook al bij. Ja, of laatste jaar. Maar dan heb je andere races kan ook ouder. Kan niet. Wel. Laatste maand kan het laatste. Dat is echt all time kun je ook doen. Ja, dat heb ik niet ook. Maar er zitten heel veel cunning stunts natuurlijk niet tussen. Want die zijn natuurlijk het leukste om te spelen. Ah ja, oké. Nou ja, dan doen we er wel een beetje kunst bij. Kunst? Kans? Kijk, daar gaan we, Wander. Je weet hoe deze race gaat. Ja, deze is heel lastig. Nee. Kijk, je moet het goed doen. Get on. Oké, laat maar. Ik ga iets te ver. Kaksoor, daar ging mijn tweede. Oké, dit gaat heel goed. Ja. Helaas, branden. Ja. Volgende keer beter. Ik denk dat je dit best goed doet. Nee, ik zie echt helemaal niks wat ik doe. Dan heb je het met heel veel geluk. Ja, nee, ik weet precies hoe dit moet natuurlijk. Wander, waarom heet hij eerst Dutch Game Co? Ja, dat weet ik niet, joh. Ik begon het toen met iemand anders een keer. Maar die had later niet zo zin meer erin. En ik vond het altijd leuk bunny, om te doen. Bunny. Mandy Penny. Dus ik ging door. Maar ik heette Chromatech en Dutch Game Co. En toen kwam ik bij Jan en zo in de video's. En dan staat er Dutch Game Co. En dan snapte niemand er eigenlijk echt wat van. Want ik heet Chromatech. Dus toen heb ik maar besloten toen ik 1000 abonnees had van... Hé, ik ga Chromatech heten. Want dan snappen mensen ook wie ik ben, zeg maar. Ik weet nog steeds niet wie je bent. Goed. Nee, maar als ik zeg Dutch Game Co. Dan weten heel veel mensen denken wat is dat voor kanaal. Ja, ik ken alleen Dutch Game Co. Oké, nou ja, dan moet je vervolgens kort aan maken. Serieus? Met Dutch Game Co. Ja hoor. Ja. Tweede staak, hè, let op. Good race. Zie je dat? Zijn alweer gewoon van je laps, van normale circuits. Ik stond tweede. Dit is best wel pittig. Wacht, ik moet erboven zijn. Chromo, de cactus blijft wel scherp in de buizen. Yes! Oh, nice! Dan blijft de cactus tenminste mooi, jongens. Dit is de reden waarom we de cactus hebben. Ja, dat blijft kwaliteit. Ik wil eigenlijk ook geen afscherming. Hoe meer ik van de video bedek, hoe scherper het blijft, hè? Ja. Dus ik kan beter gewoon het hele ding vol plaatjes stoppen, dat je een klein beetje gameplay ziet. Nou, Tim, dat weet ik niet, hoor. Misschien is Chromo wel veel liever dan ik. Nou, dat denk ik ook. Ja. Hij is echt heel lief, weet je. Zoals laatst had hij gewoon... Wat deed ik ook alweer? Schold ik jouw kaart uit, toch? Ja, en daarna zei je toch sorry. Ja. Ja. Nee. Toen schold ik je kaart uit met allemaal hele stomme, nare dingen. Ja. En daarna zei ik toch van... Toen zei ik, sorry, toen sloeg ik op mijn blauw oog. Ja, maar dat was best lief. Want dat is je lievelingskleur. Wander, wanneer komt je YouTube-account? Nou, ik heb wat filmpjes geschoten, maar ik moet nog een keer een beetje in elkaar zetten en uitzoeken allemaal. Oh, jij gaat hem in elkaar zetten! Oh, dat kan makkelijk. Oké. Ja. Nice, dan heb ik tijd voor nieuwe video's te maken. Hij heeft die final gesproken. Yo, Chromo, hallo. Oké, Chromo. Hoi. Dat was een good news, ik had de playlist. Old school, we hebben wel een aantal races hier al Gedaan. Hey, Mandy is er wel, jongens. Ja. Oké, dan ga ik even leven. Ik moet trouwens mijn game opnieuw opstarten. Ja, maar als jij hem even opstart, dan zit ik... Oh ja, start me opnieuw op. Ja, ik ben nog wat later. Wanneer doe jij een keer zo'n snor? Zo'n pedo-snor. Hey, jij zo'n kan dat ook gewoon doen, ja, een keer. Ja, maar dat moet je wel heel lang op wachten voordat je hem echt vol hebt, hè? Want dan moet je ook alle donshaartjes die er helemaal omheen zitten, moet je ook laten groeien en dan moet je dan de hele tijd bijknippen. En dan moet het echt maar gast, als ik een snor doe, dan heb ik geen views meer over. Mm. Iedereen zegt dan, Chromo, scheer je snor. Ik heb dat toen één keer voor de lol gedaan. Ja, anders ga je Freddie Mercury lopen, hoor. Ja, dat weet ik nog, ja. Hey, mensen vinden het niet echt leuk. Maar we kunnen wel met Snorvember een snor laten staan. Zal ik dat doen? Ja, dan doe ik mee, joh. Oh boy. Nee, maar dat is toch leuk? Snorvember is dat toch? Movember. Ja. Oké, okay, jongens, ik ga met Movember mijn snor doen. Alle meisjes die in de chat zitten, doen ook mee. Je moet een snor laten staan. En alle jongens dan ook. Laten we het dan maar zo afspreken. Afgescheerd. Het is ook nog geen november. De bedoeling is dat je hem laat staan in de hele maand november. En wat moet je dan doen? Dan moet je een dansje doen. Nee, dan moet je toch iets zetten voor het goede doel. Ik weet het niet precies. Volgens mij moet je dan doneren. Kan iemand dat even vertellen hoe dat precies zit?
Want dan moet ik meedoen met Movember en daarna moet je volgens mij doneren iets aan het goede doel. Wander, hoe heet je moeder? Mijn moeder heet Henny. Ja, huisman. Dat is niet bepaald, je hoeft niet te doneren. Oh, er is iemand die doet mee en die is 12 jaar oud. Ik ga dan ook echt zo'n foto elke dag maken. Dat beloof ik dan. Dat ik elke dag op mijn Instagram een snorfoto maak. En dan zie je dus dat eigenlijk... Dat is gewoon zo'n timelapse. Ja, zo'n timelapse. Dat je gewoon elke dag zeg maar zo mijn snor ziet groeien. Dat en aan het eind maak ik een video. Dat je gewoon zeg maar al die foto's achter elkaar zo... En dan ja, zie maar je snor zo. Dan kan ik net zo in het begin, deze dag van de maand, kan ik een foto maken. En dan 30 Yo, Chromo had laatst een mail gestuurd over een soort nieuw project waar ik mee bezig ben. Had je die nog gelezen? Zou kunnen dat ik die heb gelezen, maar ik krijg heel veel e-mails binnen. Dus ik kan me zo niet herinneren over wat voor project dan. Maar nog een feliciteer met 200.000 en keep on going. Dankjewel jongen voor je 1 euro donatie. En ik weet hem eerlijk gezegd niet weet welke je bedoelt. Is morgen iemand jarig? Oh, er is morgen iemand jarig. Ja, dat gebeurt niet vaak, hè? Dat er morgen iemand jarig is? Nee, nee, denk ik ook niet. Ik denk maar dat de hele chat zometeen jarig is. Ik zal even bij hem achterop zitten. Hij heeft een goed en hebben we al een nieuwe invite? Nee, we moeten even wachten op Durp. Ik moet game opstarten. Want GTA is altijd zo lekker snel, hè? Dat kun je mij als eerste even persoonlijk uitnodigen? Ja, ja, dan lief ik de game wat en dan... Wat voor auto ah, ja, dat is helemaal goed. Mijn moeder rijdt geen auto meer, want hij is kapot. Oh. Wil je wel graag dood hebben. Zo, naast een agent. Meneer de agent, red me, help me. Die vindt het allemaal wel prima. Ja, tuurlijk, die vindt het wel leuk. Meneer de agent, please. Ja, dit is mooi. Pak hem. Hé, ik werd geraakt. Yeah! Hey Simon! Dankjewel voor je 1 euro donatie, jongen. Hij zegt, yo, hoe gaat het met Kroompie? Wander, van harte gefeliciteerd met de 200.000 subs. Dankjewel daarvoor natuurlijk. Vanaf het begin erbij, het is tof om te zien hoe hard je groeit. Ga zo door, bro. Thanks, jongen. Kan iemand die vliegt? Als die vliegt nou gewoon echt op die cactus gaat zitten. Ja, dan is die ook lekker. Oh! Nice! Maar dankjewel voor je... Hey! Ik heb je uitgenodigd, Chroma. Ah, ik hoor hem, ja. Ja, ik hoor hem. En andere dan die join, hoor. Ik heb er altijd weer ook in geen fight, maar ik heb toch snel even op Friends Playing geklikt. Dus niet joinen. Niet. Alleen Chroma. Ja, ik ben aan het joinen. Oké, wanneer willen jullie alsjeblieft een leuke baan voor mij verzinnen? Ja, ik vind slager altijd wel een leuke baan, maar hij heet Doe. En hij komt uit 1996, dus hij is oud genoeg om een leuke baan te kan kunnen. Kan ik jou niet gewoon leader maken hier al in? Nee, waarschijnlijk niet, hè? Dan zou ik kapster worden. Oké, dan rejoin ik zo wel even. Wat dacht je van dierenverzorger? Of tuinbonen sorteerder? Wow, ja, dan heb je gewoon een interessant werk. Bloembollen plukken. YouTuber. Oh, YouTuber. Ja, dat is wel echt een leuke baan. Als je wil genieten van je leven... Moet je dat doen? Dat is echt gewoon... Of alcoholist! Nee, maar dat is echt lachen. Dat is echt top of the tops. Chromatech, binnenkort weer Bob en Teun. Ja, die willen we donderdag gaan opnemen. Donder. Kun je niet morgen? Nee. Oké. Want ik heb vandaag gewerkt. Oké. Nou, neem hadden nu we niet op. Vandaag kunnen doen? Nee, ik was in Duitsland vanmorgen. Oh, vanmorgen. Vanmiddag. Ja, ik was om 3 uur is goed. Thuis. Donderdag gaan we die opnemen. Oké, Zoomie, je hebt een invite. Kom op, snel. Joinen. Want allemaal mensen gaan joinen. Oh, je bent te laat. Je kunt niet meer meedoen. Chromo, kom naar Zandvoort. Daar is het zo leuk. Ja, daar is heel veel zand. Nou, voort uit. Chromo, pak je Sultanares zo meteen. Die heb ik niet meer. Niet? Wat is dat nou weer? Chromo, Vander, gaan jullie nog een keer een horror game uploaden? Ja, zeker, Steffentje. Ja, die gaan we nog zeker een keer doen. Dat is sowieso... We hebben een 3-euro donatie van Batteriari. En hij zegt... Yo, Chromo, gefeliciteerd met de 200.000. Vanavond lekker racen, ga zo door. Dankjewel voor uw 3 euro donatie, jongen. En zeker weten, 200.000, dankjewel daarvoor. En we gaan lekker racen. We gaan kijken wat we ervan kunnen bakken. Waarschijnlijk weer niks. Maar we hebben altijd nog taart als we verliezen. Dus hebben we een troostprijs. En we hebben als een tussendoortje... Backup bier. Hoeveel verdien je als YouTuber? Ja, 2 miljoen per jaar. Het valt echt mee, hoor. Dat valt is echt, wat je verdient, maar dat krijg je dan alleen niet. Nee, ja, je krijgt 3 miljoen. Maar het valt echt tegen, hoor. Yeah. Ik heb maar 2 Lamborghinis kunnen kopen dit jaar, terwijl Enzo Knol de 7 heeft. Ja, ja en die heeft een heel prachtpaleis en ik heb maar 1 paleisje. Maar je hebt wel echt een mooie muis van 12 euro, toch? Ja, ik heb wel een muis van 12 euro. Nee, met toetsenbord was dat ook, hè? Nog goedkoper. Goedkoper. Nee. Ik heb mijn muis gratis gekregen van Logitech. Logitech, nogmaals bedankt, jongen. Jongen, jullie... alsof Logitech Yo, dat is mijn mattie, bro. Nee, Logitech is wel een man. Hey, Logitech! Nee, dat klinkt echt als een mannelijk iets. Yeah. Ik ga nog eens Try Not To Laugh doen. Ja, ik wil dat misschien met Durp gaan doen. En misschien dat Wander dan of zo ook meedoen. Oh boy. Want die is vrijdag bij mij, dus die kunnen we dat misschien doen. Kijk, de hele playlist zit zo'n beetje vol. Doe maar even één keer.
Badajari is ook nog even inviten, want die zit er niet in en die wilde wel meerijden. Spuitpoepje. Altijd leuk om spuitpoep erbij te hebben natuurlijk. Ja, hey, kromme badder, wat ga je in het weekend dan doen? Hey! We gaan naar Game Force, zijn we geweest. First look. Zei hij. First look. En wij gaan donderdag naar Mafia, Durp en ik. Dus dat wordt ook heel erg leuk. Volgens mij kunnen daar iedereen kan daarheen. Dus dan kun je ons ook ontmoeten. Nou ja, wij zitten natuurlijk in VIP. Maar, ja, dan kunnen we... Hoe is de opening, of niet? Ja, hoezo ben ik nou weer de playlist eruit? Ja, dan ben je echt stom. Brandweer! Hij brandt weer, hoor. Nou, brandweer. Ik invite je wel via home. Ja, en ik via je telefoon. Via mijn telefoon, het snel dat je wil. Maximizer! Gedaan, jongen. Dus Mafia 3 wordt super vet. En volgens mij kun je daarheen, als ik dat zag in een Mediamarkt krantje. Dus moet je even zoeken. Mafia 3 opening first look. Ja, inderdaad. Dat is donderdagavond. Zoek dat even op als je denkt van, goh, daar wil ik heen. En ik weet niet of je daarheen kan, ik weet het niet zeker, maar check het even. De nieuwe map bij Golf With Your Friends. Komt die nog? Ja, die gaan we ook doen. Bart Boy. Oké, jongen, daar gaan we. Zijn we er klaar voor, jongens? Ik ben er altijd. Klinkt als een lekkere ja. Jullie zijn van de Mafia, sowieso. Laat op 4 uur opstaan, Lieke. Ben je gek? Zo. Show! Ik kan niet op blijven. Nou, we willen dat je lang blijft. Nou, het feest. Hoe is die jongen? Maar je potje. Gaat lekker, jongen. Gaat met jou ook lekker? Ik hoop het wel. Hè? Oude man. Brandweer, je internet is denk ik een beetje scheid. Je moet zo meteen even na deze race proberen te joinen weer. Yo. Kennen niet meer. Hoi Chromo, ik denk dat je. Dat je niet kent. Ben er al een tijdje bij. Blijf gewoon fantastisch. Tom Ver. Nee. Vervennen. Nee, ken ik niet. Maar bedankt jongen, top dat je altijd kijkt. Het is altijd goed om te horen als we iemand kunnen vermaken met een natte droom. Yo, Chroma Wander, ik ben 13 jaar en ik heb de Bob en Teun auto, maar dan in het echt. Pixar didn't happen. Ja, dan wil ik wel eens even een foto zien, terwijl je dik erop hebt liggen op de motor. Wow. Hij is 13. Okay. Misschien heeft hij een hele dikke buik, bedoel ik gewoon. Dat hij gewoon met zijn dikke blote buik ligt. Contact race, boys. Let's go. Oké, let's go. Dat wordt leuk. Is dit contact? Ja. Yeah. Holy shit. Dit wordt echt wel oldschool races, hier zijn ze jongen. Ja, we gaan oldschool races doen. Jee, ik ben zo, hij doet het niet! Hij begint niet! Oh, wat? Boven. Hallo! Wat, Durp gaat er rijden! Ik kan er niet rijden! Wat? Oh, dit is gemeen! Wat een cheater is die Durp! En dit bedoel ik nou jongens, die Durp die cheat gewoon keihard! Oeh, ik heb geluk hier. Hacker! Ja, het is onbegrijpelijk met die gozer. Oké, kom op. Ik dacht, waarom rijden jullie dan nooit? Het schoot ook niet op. Oeh, moet ik hier wel heen? Ik heb echt het gevoel dat ik echt alles misrijd. Oh, waarom beukt iedereen mij? Ik heb een checkpoint gemist volgens mij. Ik word er ook zo niet handiger op. Ja. Deze hele race is nu al kloten begonnen, jongens. Ik heb gewoon een checkpoint. Ik reed daar! Er was geen checkpoint! Zeg even tegen Chromo dat ik hem persoonlijk feliciteer. Oké, nou dankjewel, jongen. Dat is de Maximizer. Zegt dat? Onze Maximizer, dankjewel, jongen. Ja, dit is lekker. Ja, dan gaan we achteruit. En dan draaien we hier, op. En dan gaan we verder. Nou, die zet er een paal aan de gele banaan. Had je mijn tweet gezien van gisteren? Jouw tweet van gisteren? Ja. Nee. Ik had eventjes foto's gemaakt van de auto's die in de garage stonden. Waar het is alweer een Porsche. Ferrari. Oké, ja. En Porsche. En echt heel veel dikke auto's. Ik vond het zo vet. Oh, nee! Ori. Hé, geluidje van Friesen. Ik denk dat het een Fries is hoor, dat gok ik zo. YouTube, dankjewel voor je 1 euro donatie jongen. Hij zegt wanneer... Wanneer heeft de Mr. Crispy een nieuwe video? Fernando. Wie is Fernando? Ja, volgens mij die jongen die ik laatst in de Teamspeak sprak bij Durp. Ah. Dat binnen van die Friese jongens, van die lekkere die-harders. Ja, van je zei dat hij poepfilms maakt. Ja, dat is... Oh, jij was lucky daar, hé! Ik heb wel weer geluk hier, hoor. Wow. Wanneer wil je mijn naam zeggen? Lassie, Pasje, 1, 2, 3, 4. Ik rij 11, ja. Hè, dit gaat gewoon scheid. Oké, dan hebben we Bullpower, onze lieve... Konijnen. Kijk, het is wel vet hoor, die crewcaller. Wat doet die gozer? Die gozer, laten! Oh shit, een wallride. Oh, die jongens vragen elkaar ten huwelijk hier, in de chat. Oh. Ik denk dat Mayo Potje... Ah nee, dit boeit mij daar! Kak! Mayo Potje gaat binnenkort trouwen, denk ik. Oh, Mayo Potje, lekker jongen. Met wie ga je trouwen? Simon. Met Simon. Oh, dat is helemaal leuk. Postbode Simon. Jouw gozer. Oh my god, mensen gaan met kanten. Wat een kakzooi jongens. Durp hackt. Nou, het valt mee hoor. Hij hackt gewoon altijd. Dus dan valt het mee. Want dan weet je mijn naam nog. Chromotech fan Barneveld, dat weet ik niet. Jij wel? Natuurlijk. Ja, dat is. Oeh. Als mensen nou eens niet allemaal tegelijk die wall rijden. Deze is best wel pittig. Nou ja, zijn gemakkelijk. Okay. Als je pro bent hoor. Woe! We hebben een 50 euro
donatie van Dennis. Nou jongens, even allemaal wat dikke vette lof in Dennis, voor Dennis in de chat. En cactus in de chat. En cactussen. Gefeliciteerd Gerald met de 200.000 subs. Top man. Dit is een gelijk een cadeautje. Voor je kan je een kaart. Kun je nog taart kopen? Nou ja, we hebben taart al gehaald. Ja, we hebben het gehaald. En mijn PayPal kan ik, dat zet ik eigenlijk nooit over verder dat. Oh maar, my god. Misschien kan ik online een taart op de zaak bestellen. Dan zou het kunnen. Ja, of je dat kan. Ja, dat kan best. Ja, personeelsfeest. Ja, dat doen wij ook heel veel. Alleen, ze kunnen wel zien de belasting dat ik geen personeel heb. Nice. Maar voor mezelf, ik eet veel taart. Zakenrelatie. En hoe gaat het met jou, Wander, vraagt hij. Wow. Nou Dennis, met mij gaat het heerlijk. Dennis is ons dikke baas natuurlijk. Ik ben lekker terug van vakantie. Ik vind het gewoon leuk, Akko. Oh. Ja, dat is wel mooi. Matthijsje. Ik vind het niet om te lachen. Oh, ik heb het net gehaald. Yo! Nu lacht hij. Safety is job. Hashtag one. Safety is job. Oké, nou ik rijd derde. Dat is op zich niet eens zo broed. Durp, jij rijdt eerste zeker met je dikke vette frikandel? Zeker. Oké, ik ga nog ik even... Ik heb gewoon mazzel gehad dat ik die eerste ronde gewoon makkelijk over die wal. Ja, je had geluk met de start natuurlijk. Dus dan gaat het al meteen lekker makkelijk. Nou, ik rijd derde. Vanaf de ene laatste ging ik weer naar derde. Heb je de tweede keer al gehad? Ik rijd nu tweede. Heb je de tweede keer al gehad? Hier? Ja, ik kom er nu naartoe. We hebben nog een 5 euro donatie van GGMLG. GGMLG, oh, niet zo haat op Friese Chromo. Kappa. Oh my god. GGMLG was daar ook bij. Ja, ik weet het alweer wie dat is. Ja, maar het was jullie zijn ook wel een stel dikke vette frikandellen, hè? Dit was gewoon een soort van... Kijk, hij zegt niet haat op Friese, maar... Hé, hey, gast, wij haten nooit op Friese. Nou, we vinden ze alleen minder leuk. Friesers, die zijn wel vervelend. Die vreten altijd zoveel stroom. En koelkasten. Ja, weet je hoeveel stroom dat wel Ik hoop niet dat Chinese koelkast krijgt. Oh my god, wat is dit, jongen? Want dan zijn we echt op de Sjaak. Gangbang hier al. Gangbang hier. Mijn vader en moeder gaan vandaag trouwen. Gefeliciteerd, joh. Oh, ik ga hier even keren nu. Want ik kan... Jongens. Waarom staat contact? Martijn Schuurman! Oh nee, Schumann. Schumacher, man. Martijn Schumann, dankjewel. Dankjewel voor de 3 maanden... Oh nee, subscribe gewoon als eerst. Ja. Martijn, welkom bij de club, bro. Van harte welkom natuurlijk. En ik hoop dat we nog... Noah Stumpet, ik vind je naam heel cool. Van niet echt, wel Chromo. Nee, ik heb niet echt heel veel geluk. Maar best lekker. Wow. Maar ja. Ons. Bedankt voor het subscriben en GGMLG, bedankt voor je 5 euro donatie zelfs. Super bedankt ervoor. En je weet dat je dat niet had hoeven doen, jongen. Je mag het in je zak houden. Je mag het in je zak houden, hè. Maar goed, nogmaals, thanks, bros. Thanks. Oké, nou gaan we deze race even proberen te halen. Op een turnout of je Instagram gestuurd. Zo, dit gaat lekker snel zo. Goedemorgen, dit gaat zo slom als een kangaroo zonder voeten. Ah, man. Kom op, Wander, weet je wat mijn naam is? Ja, Hanna. Wie is Hanna? Ja, de naam is, ik heet Hanna. Oké, Wander, als ik nu geluk heb en het niet verkloot, maar ik zei dat ik het heel makkelijk vond. Ik sta wel op de boot. Keep me gone. Oh, ik was er doorheen en dan krijgen we dit, jongens. Dit is echt balen. Nou, er staan alweer auto's in de weg hier al. Oh, Zoomie, rijd door. Oké, ik kan het niet zien, want je hebt me niet getagd. Oh, kak. We zinken weer. Gakbal, 1, 2, 3. Weet je, zie jij wat ik zie? 1, 2, 3. Zie jij wat ik zie? Dankjewel voor je 1,23 euro donatie. En, oh, yes. Oh my god, mensen. Oh my gosh. Dankjewel voor je 1-2-3 donatie, jongen. Ik zou de hele race maar niet hebben gehaald, jongen. Oh. Ja, ik snap ook niet dan waarom dit aanstond. Ik heb volgens mij zelf dit erop gezet. Ja, kom, geef me zetje, jongen. Ik snap ook niet waarom dit aanstaat. Het was eigen race. Ja, maar GTA weet ik niet of ik dat... Yo, heb ik wat gemist? Ja, mij. Zou goed kunnen dat ik het heb gedaan, maar ik dacht het niet. Wat een mooie hoed trouwens. Ja, deze heeft Chromotech. De Mrs. Crispy subscribed. Yay! Dankjewel voor je subscriptie, jongen. Deze 360 was voor jou helemaal G-bros. Nou, ik heb gereageerd op onze video, dus nu denkt hij, nou moet ik wel subscriben natuurlijk. Ja, dat is wel lief. Oh. Wow. Oké, wacht even. Miss Crispy, dankjewel, jongen. Welkom bij de club, ouwe Lumpia. Holy. Ja. Oh, hij mist hem! Ik heb hem gemist! Hij mist hem! Wat is dit voor dikke onzin? Nice. Daniel, ik hou mijn gebiedje. Mr. Crispy, please. Waarom nou, jongen? Jij moet vertellen wat dit is. Jeetje, Lieke, dat is heel vroeg. Kom, geef me iemand een zetje. Oké, laat maar. Oh, wat een kaksoor. Ja, ik had hem. Wander, feliciteer Chromo onpersoonlijk voor mij. Hier heb je de onpersoonlijke felicitaties. Dankjewel. Oh, het is hier totaal niet druk. Auto-orgie! Onbegrijpelijk, jongens. Ik had hier toch gewoon... Wander, kun je even kut Anja zeggen? Nou zeg. Nou zeg, jongens, die zei het K-woord. Kom op, jongens, kan hij met mijn zetje geven? Dan heb ik hem niet. Ah, ik had hem, jongen. Dit is gewoon niet leuk. Dit is gewoon onbegrijpelijk, jongens. Ik eet pepernoten. Kom op, jongens, dit is gewoon niet te geloven. We moeten zo meteen weer taart gaan eten, denk ik gewoon.
Nou, ik ben blij dat ik even een zetje krijg. Ik denk niet dat ik het erg vind, een tataarpauze. Heeft er al een tweede gehaald? Nee, die tweede heeft nog steeds niet gehaald. Nice. Ah nee, ik ga net te zacht nu, hè. Doe een plons! Ja, ik doe weer een plons. Gaat zie Darry. Ik kan niet chatten, maar niet. Ik kan chatten, maar niet kijken. Oh, dat is lastig. Nou ja, dan kun je wel mee chatten gezellig. Kom op, René, rijd door, rijd door! Yes, yes, yes. Zullen we allemaal even een nummertje trekken of zo? Wat? Wat? Nee! Ja, ik wou hier altijd al staan, zo op de boot. Het is wel een mooie plek. Jongens, dit is gewoon niet leuk. Ik wil die race hier normaal halen en dan krijgen we dit gedikke pierenwiep. Wanneer weer Bob en Teun en Sims 4? Bob en Teun gaan proberen deze week op te nemen. Sims 4, maar dat zou ik deze week ook eens weer een keer voor de lol. Nou, zie. Ja. Dat is alweer lang geleden. Is je vraag echt perfect beantwoord? Ja. Zo, hier, nu hebben we geluk, nu hebben we geluk. Daar komt hij. Dit is de moment, jongens. Ja, dit is de moment. Ah, nu ben ik vierde, kak. Ik kan die ene gast nog inhalen als ik even lekker met de vlam in de pijp doorrij. Nou, nee, denk ik niet meer. Ja, die rijdt voor me. Dus als hij één keer crasht. Er rijden twee voor me zelfs. Als die gasten crashen, dan kan ik tweede worden. Als ze tegen elkaar crashen, is het helemaal mooi. Oké, daar staat er één stil. En hij wacht gewoon. Oké, dat is helemaal makkelijk natuurlijk. Nee, je hebt hem niet ingehaald. Nee, moet je dan steeds vieren. Oh, dat is gewoon een of andere gast die... Brandweer is gewoon gefinished, wat is dit nou? Wat, is brandweer gefinished? Nee, brandweer niet. Matthijs is tweede. Oh, Brandweer is aan het spectaten. Ik wou net zeggen, dat is onbegrijpelijk. Maar heup is gebroken. Mag ik wat taart? Natuurlijk, kom maar halen. Dat is niet lekker als je heup gebroken is. Nou ja. Ja, Joben, rijd door dan met die vierde. Plak van je. Onbegrijpelijk. Mag ik in die plek zitten even? Ja, heel even. Ik heb één race gereden. Oh my god. Twee, drie. Oh my gosh. Ik wil alleen op je plek zitten. Dat betekent niet dat ik wil racen. Nee. Dan zit ik dichter bij de taart. Dat is eigenlijk de reden. Wil je een taartje? Ik denk dat we nu wel de tijd hebben voor taart. Straks meer. Ja? Is goed. Laten we nog maar eens even taart. Yo, we moeten niet met meer mensen gaan streamen. Dan moeten we de taart ook delen. Nee, maar daarom zei ik al, we kunnen beter dit pakken en dan hebben we meer. Geef maar lekker een stuk, joh. Hier. Oh. Ik pak hij wordt nu al slap, hè? Ja, klopt ja. Dat ken jij wel, hè? Met dat de jaren slapper. Gaat hij minder hard... Je Raski Kromo aan de kant. Lekkere taart, hoor. Wat is mijn taart nou dan? Dit is een beetje overactive. Tussen je benen. Oh ja, zeg! Wat dan? Waar is de taartkoester? Nou, het is maar waar je wil van gaan snoepen vandaag. Wedden dat komen en wandelen mijn naam niet zeggen. Nee, dat klopt, Mark. Die gaan we lekker niet zeggen. Leuke taartje hoor. Het leuke is dat ik nog 6 van die pakken in de koelkast sta. Nee. We gaan de hele avond taart eten. Ja, totdat we gaan overgeven. Ja, en dan gaan we overgeven op stream. Oh nee, ik geef hem over. En dan laten we Durpte daarna in slapen. Dan komt hij bij mij. Wauw. Ja, Speed Bullet, ik ben ook op First Look. Ik ga, dit is saai. Dries, dog jongen. Yo. Sorry man, dat wil je niet kunnen vermaken. We houden gewoon van taart eet streams. Wat een... flikker is dit. We weten niet tot hoe laat we doorgaan, maar we zijn lekker aan het smakken op de stream. Ja, eet smakelijk. Lekker aan het smaken. Ik wil taart, ik ben ook een klant. Nu ben ik wel grappig. Is dat van een reclame? Nee, dat is van Ik Wil Kaas. Ik wil kaas, ik ben ook een klant. Nooo! Oh! Derpish Gamer is subscriber, nu kan die kak zeggen in de chat. Eindelijk! En we moeten nog steeds iets subscribers maken. Ja, klopt. Deze nu is hij meer gemotiveerd, nu zelf sub is. Nu is hij zelf gemotiveerd, ja. Nu kan hij het zelf ook gebruiken. Durp! Niet de motorkast, man. Welkom bij de club, jongen. Nu ben je een echte chromo, man. Tuurlijk weet ik dat Maximizer. Nu hoor je er echt bij, hoor. Nu hoor je er echt bij. Even kijken of ze al getagd hebben in de Bob en Teun auto. Nou, doe even allemaal even voor de Mr. Crispy en Durp dan nog maar even een dikke kak in de chat, jongens. Nou, doe deze motorcals werk. Omritse Dollar is er weer. Yo, Kromo en Wander, ik ben weer terug met een nieuwe donatie. En misschien komen er vandaag nog... Fuck yeah. Spoiler. Ze noemen dit Bob en Teun auto. Ja, dat is een Bob en Teun auto. Alleen de kleur is nog niet goed. Nee, de kleur is niet goed, maar het klopt wel. Het is wel een Bob en Teun auto. Weet je nog dat ik zei dat ik thuis ging blijven van school om FIFA te spelen? Dat heb ik dus ook gedaan. Gefeliciteerd met de 200k, op naar de 300k. Dat sowieso. En vet dat je thuis bent gebleven. Ik weet niet zeker of dit zo is, maar ik heb hier nog een kopie liggen van FIFA 13. Ik heb er nog één gekregen door de post. FIFA 13? 17. FIFA 17. FIFA 13. FIFA 17.
Pac-Man liggen voor iemand. En ik ga even kijken of die klopt. En ik weet niet of ik subscribers heb die dit willen hebben. Maar de subscribers die maken er sowieso kans op. Fuck yes, ik heb maar geen kans. En dan moet ik nog een andere game weggeven. Dirk is uitgesloten. Van Dirk. Ja, Dirk maakt kans. Hey. Dirk maakt kans, maar die heeft hem al, dus die krijgt hem niet. Sorry Dirk, met dit word je uitgesloten, maar omdat je de game al hebt. Is niet eerlijk, ik ga weer rust hebben. Ja, is goed. Maar goed, de subscribers dus, die maken kans nu op deze game. En nog een game naar keuze. Volgens mij gaan we maar één race doen. En dan hebben we nog Destiny. Ja, maar als ik een chromo net niet geld, jongen. Maar ja, ik ben weer druk geweest en ben lekker voorbereid. Natuurlijk weer niet. Dan geef maar alvast. Ja, Speed Bullet, wie weet. We gaan er gewoon even iemand uitkiezen. En die stuur ik een berichtje. Dan zeg ik, yo, hier heb je hem. Hij is trouwens overigens wel voor de PC. Dus dat zeg ik er wel bij. Het is voor de PC. Oftewel geen controle. Wander, wat vind je van Groningers? Dat zijn de fijnste mensen op deze hele aardbodem. Ja, ja. Groningers zijn echt cool. Chromo, ik moet gaan. Morgen 6 uur Mars rijden. Oké. Mais rijden. Als je zegt mais rijden. Mais rijden is het toch wel, hè? Mais met rijden. Dan wil ik als ik win een Dora game voor Dennis Waze. Yo bro, no, no. Geen Dora. Ik kan niet tegen Dora's. Dan raak ik aan de scheid. Dat had toch laatst in de video, zeiden we dat. Als we Dora keken, was er aan de scheid. Ja? Nog beter. Stefke, ja. Stefan, die heeft even geluk, ja. Dus die ga ik gewoon straks eventjes een mailtje sturen. Ik wil hem! Ja, jij wil hem. Hoeveel subs zijn er nu? Ik denk 25 of 30. Zoiets. Dus op zich is de kans redelijk groot om een game te winnen. Want ik ga er dus twee weggeven vandaag. Vanavond dus. Yo, misschien wel aan mij. Nee, ben ik ook jij bent geen subscriber. Yo, ik zit hier elke week. Ja, maar je bent geen subscriber, sorry. Ja. Ja, jij drinkt bier allemaal. Oh ja. Maar die geef ik niet weg, hè? Wat? Dit geef ik nooit weg. Wel. Alleen met liefde. Nee, dat geef je weg als je wilt dat ik langer blijf. Ja, ja, met dan wel, ja. Maar dan heb ik er ook genoeg van vaak, hoor. Ja. Hoeveel zijn er nog? We hebben nog een euro donatie van Omgidsen Dollar. Dankjewel voor je 1 euro donatie, jongen. Hij zegt, kach, ik heb nog maar 1 euro op Paypal. Houd het dan lekker erop, jongen. Dus nu kan hij subscriben. Hoeft ik helemaal niet, jongen. Rip, heb al FIFA in totaal aan spelers gepikt. Dat is best veel. Momenteel zo'n 220 euro. Voor FIFA? Je hebt 220 euro uitgegeven aan FIFA 2017. Wauw. Nou snap ik dat die game zo'n lekker goed verdient voor EA. Goedemiddag, hé. It's in the game. Dat is onbegrijpelijk, joh. Er is een user in onze channel. Wie is dat? Oh, je moet, met laptop is dat... Ja? Moet jij die code voor mij hebben? Nee, die hoeft niet, hoor. Die heb ik zelf ook nog. Van Destiny. Ja, heb ik zelf ook nog. Maar doe ik via de e-mail, dus dat doe ik straks. Snoepjesverslaafde. Waarom is Wander altijd zo dom? Nou, dat komt door die muts. Als hij die afdoet, is hij weer helemaal slim. Let op, hè. Hoeveel is 1 plus 1, Wander? 2. Wauw, doe nu eens op. Ja. Hoeveel is 3 plus 3? Kun je dit eten? Ja, zie? Hij is echt dom. Best wel een goede vraag, vind ik het. Ja. Ik vond het ook best een goede vraag. Ik weet zelf het antwoord ook niet. 3 plus 3 is 9. Hé. Ja. Zeker weten. Dat wist je toch wel. Nee. Nee, zo oud ben jij, Zoomie. Daar hebben we het niet over. Je hoeft niet altijd je leeftijd erbij te gaan halen. Dit is wel weer het gevoelige puntje, hè? Nou zeg. Het is maar net vanuit welke hoek je het bekijkt, maar dit is best... Welke ooghoek? Nou. Ik wilde deze inderdaad als een koffertje erin. Sorry, mam. Chromo van Barneveld, jij heet Ramon. Of heet hij die anders? Ik weet het echt niet. Maar ik ben heel slecht met namen. Hij vraagt ook. Ik ben hartstikke goed met namen, hij heet Ramon. Doei. Oké, gaat lekker jongens. De meeste mensen zijn al gefinished. We moeten er nog een paar hebben die de finish halen. Wander, hoe was Ibiza? Wat een noobs allemaal. Super vet. Doe Titanic Flute op nummer. Leuk nummer. 3 plus 3 is 9. Noob. Yo, dat is gewoon zo. 3 plus 3 is 9, wat is dit nou? Wat een haat hier, ook. Ja, inderdaad. Die gasten hebben niet gestudeerd, denk ik. Nee, ga naar school of zo. Get a life of zo, joh. Wander, hoe heet je het echt? Ik heet echt Ruben anders. Heet die, ja, dat bedoel ik. Wist ik wel. Nee, die euro houd ik er ook niet op. Haha, by the way, ik heb geen 220 euro uitgegeven, maar gekregen. Wacht even, kun je geld van die game krijgen? Ja. Welke game? Keep up the work. En die fiets van gisteren, de video.
van gisteren Garry's Mod was weer super hard lachen. Nou, morgen komt er weer een Garry's Mod, dus iets special. Ik hoop dat je gaat lachen, weet je wel. Maar als je nou nogmaals van je 1 euro, dat is bij elkaar 3, dus thank you voor de 3 euro donaties, bro. Mwah, kus voor you, no homo. Oh. Ik ben jarig, leuke stream, dankjewel Friso, maar net was je nog niet jarig. Ja, maar hij is net jarig geworden. Ja, het is precies 12 uur. Ja, in Rusland is het net de volgende dag. Oh, ja, hij komt uit Rusland. Weet ik niet. Sovjet-Russia. Zoek een bliet. 1 plus 1 is raampje. Dat snap ik niet. Chromo, je bent serieus de beste YouTuber die ik ken. Oh, ik dacht dat je zei dat ik de serieusste YouTuber was die je kende. Want dat klopt. Ja. Het is een grote lama. Ja, nee, dat sowieso. Kroompie, mag ik een shout-out, please? Nee, sorry man. Ja, als 3 ik dat plus 3 is 33. Dan moet ik zo meteen allemaal shout-outs geven. Oh, is 33, ja. Maar dat dacht dat Sumi haar leeftijd bedoelde. Oh. Jullie zijn echt smikkelberen. Dankjewel, Lucky Luke. Chromo, je bent cool. PS, Wander heeft een kleine puntje. Wow, wacht even. Wander heeft een kleine hoed. Een kleine pink, toch? Nee. Wander heeft een hele kleine grote... teen. Wander heeft geen kleine tenen meer. Hij heeft eraf laten hakken. Yep. Oh jee. Ik had een weddenschap verloren. Ja. Weddenschap verloren. Hey Durf, zullen we even wedden van wel? Ja. Als het een weddenschap is die ik makkelijk kan winnen, dan sure. Ja, anders word je je tenen eraf gehakt. Ja. Heel subtiel hoor, dat wel, met een hakbel. Oh ja. Subtiel! Had je al per ongeluk je hele voet eraf? Ja. Hak je net mis, hak je in je eigen teen. Huh? Chromo, kan je weer Durf je het aan uploaden? Wander is gay, wat is Durf je het Jamie. Aan? Ja, Jamie, dat zei mijn vriendin ook al. Wat is Durf je het aan? Een spel, waarschijnlijk zo'n, weet je wat je ook was in de kringje van doen durf of de waarheid, weet je. Oh, dat is leuk. Denk dat we weer lekker onszelf als een tiener voelen. Ja. Yeah. Yes, vierde! Die cactus onder je facecam is ook echt gaaf. Dankjewel, Brent. Die cactus is echt de bom. Dat is gewoon meer om de huiskamer. Ah, in mijn oog. Kak. Tus. Ah, kak. Tus. Ah, kak. Tus. Ah. Kak. Tus. Ah, kakken. Tus. Tussen je oren. Ah, wacht even, wel nog een keer. Ah, kak. Tus. Sun. Ah. Je. Kak tussen oren. Je. Oh. Ah ja, cool hè. Oké, duimpje omhoog. Chromo, ik had mijn vinger... Ik had in mijn vinger geniet, omdat ik afgeleid was door jouw stream. Dat moet je niet doen. Oh, cavia. Ik wist niet dat cavia's vingers hadden. Maar ja, bij deze heb ik dat weer geleerd. Bedankt. Wander, heeft de weddenschap gewonnen. Wie die al grootste heeft. Nou. Ik weet niet of ik het over mijn tenen heb, maar mijn tenen zijn inderdaad niet heel groot. Jawel joh, jij hebt van die olifantenpoten. Nou ja, trouw. Dat was die sketch van GTA. Oh, durf je het aan? Oh! Is dat een beetje in de stijl van Better dat ik het misschien ja, kan? Ja, dat durf je net aan, hadden we ook. Oh, ja. Better dat ik het misschien kan, was ja, dat een, ja. Maar wat is dat? Hebben we dat zelf gemaakt? Ja. Dat is best grappig. Ja. Was de overeenkomst tussen een dom blondje en een flesje bier? De hals is naar boven en er zit er niks meer. Vanaf de hals naar boven zit er niks meer. Ja. Nou, hilarisch. Ja. Ik denk dat ik het verkeerd heb gelassen. Heb je het verkeerd gelassen? Mm-hmm. Ja, je hebt je lasbril niet op. Hey. Wander is een stampertje. Bambi heeft grote voetjes. Er heet iemand Danny Banaan in de chat. Dus we moeten oppassen dat Monkey hem niet opeet. Oh ja, Danny Banaan. Oh, wedden dat ik het misschien kan. Ja, dat is het, ja. Je bent inderdaad. Nog safe. Wedden dat ik het misschien kan. Ja, wanneer komt Bob en Teun eigenlijk weer? Nou ja, dat hebben we nog niet beantwoord deze dag. Dus laten we het zeggen, donderdag gaan we het opnemen. Het is ook zo leuk, in de comments voor de video's is het ook bom. Ja, maar hashtag Durp is Gamer is de grootste, dikke, vette, lievelingsvriend die we kennen. Dat... Wie heeft zonder Durp was ons leven oncompleet. Wat? Dacht ik. Wat zei je, Zoomy? Iemand is verkleed met charretels aan in de GTA. Wat is dat ding? Ja, nou en? Is dat niet erg? Is dat erg? En met die behaarde benen wel, ja. Ah nee joh, dat doet me gewoon een beetje denken aan toen jij een keer toen ik wat kroon in het zwembad lag. En toen ik zei van, wow, jij hebt je benen vergeten te scheren. Nee, alleen de achterkant niet. What the fuck? Dat zag je zelf nooit.
Wat is het verschil tussen Chromo en Wander? Chromo is slim en Wander is slimmer. Yo! Dat is geen verschil. Nee, dom zei die ook. Ja. Maar ik wou gewoon aardig overkomen voor jou. Oude frikadellenbijter. Oké, let's go Lumpia! Ik heb botsen uitgezet, zodat we gewoon... We hebben gewoon lekker non-content. Dat is wel beter met zo'n geen... melder in. Zag je dat? Ik reed er doorheen, hè? Ja. Wow. Nou, ik sta laatste. Alhoewel, drie zijn er nog achtergebleven, die hebben lek. Nou joh, die zijn heel erg snel. Het is gewoon verschrikkelijk, jongens. Chromo met een K. Oh dat vind ik ook my mooi. God. Chromo voor Jojo. Oh my gosh. Look at her butt. Biot. Biot. Look at the biot. Pribiot. Nou, dat wordt dus gewoon even een terugkomertje, jongens. Wander heeft een babyface op zijn paspoort, ja. Niet alleen op mijn paspoort. Zo. Oké, even hier zo. Zo met... hebben mensen heel mooi. Nou ja, zijn die paspoort staat op Instagram. Dus jongens, check allemaal even ons Instagram. En check ook even mijn tweede kanaal trouwens, dit Chromo Plays. Doe even allemaal abonneren erop. Dan ben ik echt vet blij als je dat doet. Ik was in Spanje, ging ik een biertje halen. Moest ik mijn paspoort laten zien, omdat ze dachten dat ik 14 was. Ja, nou, terecht. dat is echt lullig. Oh, wie staat daar stil? Oh, je kunt er gelukkig doorheen rijden. Oh, ik zie helemaal niks. Oh shit. Wat doet die man opeens? Die gaat naar rechts hier rijden? Wat doet die man opeens? Nee, wat doet die man? Wat doet die man? Nee, wie bel je als je kind gevallen is? De kinderopvang. Yay! We have made those jokes never before. And now we are so happy. Hoe heet je leesbril van gisteren? Mijn leesbril van gisteren? De lastbril. Wat? Een kak joke. Die, was een joke dan? Hoorde ik gisteren in een cabaretshow. Ja, echt? Ik zat aan te kijken. De nee, lastbril. En jij dacht van kakpaal! Kakpaal! Dat dacht ik. Nou, everybody put kak in de chat. Ja, kak in de chat jongens. Als ik kak zeg, dan moet je dat kak, subscribers kak. Dus Mr. Crispy kan het doen. En Derpus Gamer. En Derpus Gamer. Kijk, die heeft kak in de chat gedaan. Sta je laatst of zo? Multitasking. De eerste. Maar moest je al tappen of heb je je mobiel? Nee, ik heb een mobiel. Je zit op mobiel een beetje af te kijken bij mij. Nee, ik heb lulligert. Nee, je bent een lulligert. Ik heb het chat only mode, lieve schat. Je bent echt een lulligert. Wat een kak in mijn stream, jongens. Wat een kakstream wordt dit weer. Derp heeft heel mijn stream verpest. Wat? Ja, jij zei kak in de chat. Ja, zie je, mooi zo. Yeah. Oké, nou moet ik even gas geven, jongens. We moeten nou even serieus blijven, want kijk, deze jongen moeten we even inhalen. Mm-hmm. Oké, daar gaan we. Gaan we ontploft in, man. Dit gaan we naar Zutphen? Was Zutphen? Weet ik niet. Eén van de. Dat zou goed kunnen, ja. Eén van de laatste. Ik riep op het randje. Niks meer opgenomen. Geen enkele BMX video. Nee, dat is een beetje zonde eigenlijk. Ja, maar elke we hebben keer niet veel gefietst. Jawel, laatst nog. Ja, maar niet veel dan. Eventjes zo. Oké, dit is een mooi bochtje zo. Dit ging lekker snel, jongens. Dit gaat lekker. Tichelaars kak! Wander, waarom heb je een stuur op je fiets? Verder lezen, want ik heb het niet gelezen. Ik heb een stuur op mijn fiets, omdat ik het handig vind om de richting aan te geven. Ja. Maar heb je toch richtingaanwijzers? Ja, nee, maar die zijn kapot. Ik kan niet wachten tot de GTA 6 trailer. Jammer, nog weer vierde geworden van laatste plek. Dus was er een GTA 6 trailer uitgekomen? Not bad. GTA 6 trailer is niet uitgekomen, jongens. Dat kan ik je alvast vertellen. Nou, dat duurt nog wel even. GTA 6 komt echt nog niet uit, want het is nu 3 jaar op de markt. Nee, is dit vierde jaar? Sinds 2012 of 13 was het, hè? Ja, 2013 dacht ik. Dat is echt al oud. Nou, dan is hij nou iets van... Hij is denk 3 jaar op de markt. Van anderhalf jaar op PC of zo, zoiets? Ja, vanaf maart anderhalf jaar, ja. Dus anderhalf jaar op de PC. Nee! Dus ja, en hij had anderhalf jaar delay, dus dat klopt. Dus 3 jaar online, dus dat duurt echt nog zeker 1 à 2 jaar voordat dat gaat gebeuren. Ja, ik denk dat ze nu volop bezig zijn met de map maken en al dat soort dingen. Gewoon een beetje de grote zit lijnen. Er zit een heel team dit te onderhouden. Ja, maar ze hebben meerdere teams, hè. Ja. En voor dit heb je niet zo'n groot team nodig. Nee. Dan kun je gewoon ze zeggen ook nooit wanneer het uitkomt. Ze gaan gewoon het team dat laten maken. Heeft het team het af, dan gooien ze het erop. Ja. Ja, net zoals GTA 5. Oh jongens, weer een delay. Ja. Ik snap ook niet waarom ze dat telkens deden. Ja, ik moet bijna pissen. Ik rij nog eentje en dan ga jij. Nee, dan heb ik geen zin meer. Dan ga je gewoon stilstaan. Ja, dat is goed. Ja, oké. Okay. Nice. Ik heb echt zin in taart.
Ja. Kom je ons ook nog een stukje brengen? Nee, je mag gewoon komen halen, brandweer. Hé, maar brand... Oh, je zit er wel in. Hé? Ja, ik zit er wel in. Ik ben 9 dus. Ja, ik durf. Die is gewoon mot, jongen. Dit is niet geloven. Ja, ik ben mot. Jammer dat ik niet mee kan doen. Mijn broer heeft GTA 5 op de PlayStation. Jammer, Dappie. Dat is inderdaad jammer. Yep. Nee hoor, ze hebben tijdelijk GTA 6 development stopgezet. Ze willen eerst alle GTA 5 content maken voor ze beginnen met GTA 6. Geloof ik niet maar, Pet. Ze gaan nooit al die mensen op GTA 5 zetten voor wat ze uitbrengen. Dat kan niet. Er is gewoon een heel team bezig met GTA 6. Denk ik ook. Ze kunnen echt niet, dat kan niet. Dat ken gewoon niet. Wie ken je niet? Rockstar. Ken je Rockstar niet? Wander, kom een keer een biertje drinken in ons zwembad. Nou ja, Lord J30, Wander komt sowieso even langs. Ja, ik ben al onderweg. Ja? Ik ben er niet meer. Nee, je bent nog in beeld. Oh, wat zeg je? In je bikini. Helemaal in je bikini. Nee, want dan moet ze bikinilijnen scheren en jij weet niet eens hoe dat precies waar die loopt. Toch? Jawel, van hier. Waar? Hier. Nee, maar je vergeet je hoofd nog. Ja, maar dat is geen bikinilijn. Oh, jij, heb jij niet een burkini? Nee, jij wel? Ja, die doe ik altijd aan. Maar dan moet ik helemaal alles wegscheren zo, om het lijntje weg te halen. Is niet leuk. Morgen DLC Bikers update. Is dat morgen? Oh, dinsdag was het, ja. Oké, Derp. Kill. We gaan er tegenaan morgen. Morgen? Ga ik streamen, hè? Ja, morgenmiddag. Wie zeg ik morgenmiddag weer? Oké, dan ga ik met iemand anders dat doen. Ja. Maakt niet uit. Wander, kijk DM. Voor nagemaakte Osiris van Chromo. Ja, misschien vanavond. Ja, maar die kun je heel makkelijk namaken. Hè? Dat is helemaal niet zo moeilijk. Tot hoe laat gaan jullie door? Wij gaan tot... Door tot het einde, tot de zon gaat schijnen. Nee, we gaan door tot... Wij gaan door tot volgende week woensdag. Ja, dat wordt een lange stream. Dat is wel een hele lange stream. We hebben energy drink bij ons. Een paar vaten. Dus we blijven wel leven. Hey, first look, gaan we nou even langs dan. Ja, ik heb contact aangezet, want dat is leuk met deze race. Ja, leuk. Geen content aanzetten. Ik zie al, we hebben een hele mooie looping. Gewoon proberen niet te crashen. Ja, dat kan niet met deze lawaai allemaal. Oh, ik crash! Nou, nee. Gewoon niet proberen, Kram, oké? Nee, doe niet. Ja. What the fuck is dit? Hé, je staat eenste! Ja, maar hoe lang? Oh my god, dit is echt gewoon, hier word je gek van. Dit gaat soepel. Oké, brandweer krijgen. Dit is een mooie landing. Oh boy. Ja, oké, daar gaan we. Veel te snel, man. Oh! Oké, nice. Daar, hé. Wauw. Oh, ik ben altijd gewend dat je allemaal... Oh! Oké, dit gaat goed. Ja, dat dacht ik dus ook, hè. Maar deze race is echt gewoon... Mensen die zeggen echt elke keer, oh, verder dat je dit niet leest en dan wil je toch lezen. Dan denk ik, nee, niet doen! Nee, dan lezen we het ook gewoon niet. Probeer je dan. Nee, maar toch trigger dat je brein. Je bent echt stom! Als iemand zegt iets wat je niet moet doen, dan wil je het juist wel doen. Trigger, ja, heel stom die hersenen. Deze race ken ik gewoon totaal niet. Met die buizen is het gewoon heel veel zelfsprekend. Hoe laat zijn jullie op first look? Ik denk een uurtje of 10, 11? Ja, zoiets. We hebben dirt mee, dus... Ah, kak! Nee, jongen! Nee, nu halen ze me in, jongens! Oké, nice. Nu haal ik hem ook weer in. Oh, oké, dan gaan we het zo doen. Oké, we rijden nog steeds eerst, jongens. We zijn professionals. Dan moeten we heen. Oh, oké, dit gaat... Oh nee, Wander. Wat? Ja, dit is toch niet leuk. Ja, super simpel. Je kunt geen first person. Nee? Nee. Uitschakeld? Je kunt geen first person in deze race. Ik ben blij dat jij nog één race deed. Oh man. Dit is echt niet leuk. Mickey, niet zo spammen. Mickey Spammer. Ik fix het wel. Diepzee duiken! Nee! Ik was best in de buurt op zich. Ja, toch al wel. Houdt Manny van bananen? Nou ja, maar van één. Even kijken hoor. Chromo, ben je ooit in Doetinchem geweest? Ja, daar ben ik wel eens geweest. Doetinchem? Was er gevriesd dan? Nee. Weet ik niet. Ik ben er wel eens geweest. Bowser Quiet Play. GTA 5 Live. Hé Mandy, hier heb ik gewerkt! Oké. Ja. Shit, dan ben ik tweede. Nu rijd ik weer bij die roze. Nee! Brandweer, geef gas! Oeh, is je ontploft, jongen. Dan komen nog meer uit de lucht vallen. Okay, nu waar is Mandy? Mandy is een beetje zieker. Mandy is chillen. Ziek, het hele weekend al ziek geweest ook. Dus. Stuur een beterschapje op Twitter. Ja, stuur er maar een beterschap op Twitter, jongens. Gewoon even allemaal vol spammen daar bij Mandy, dus lachen. Oké, daar gaan we. Let's go. Tweede ronde. Ben je al over dat kakding heen? Ja, joh, tuurlijk. Oké, frontflip Wander? Nee. Inderdaad. Misschien niet zo slim. Of
Toch wel. Ja, nee, dit was slim. Ja, nou ja, een beetje afrem is leuk. Er wordt heel erg gespand. Gespamd. Ja, dan moet spam eens even time-out krijgen. Dus bij deze gewaarschuwd, jongens. Oh. Hebben jullie ook zo zin in kerstmis? Joha, wat is dit? Ik wilde tussendoor. Er staat pauze. Ah. Pukt hij hem nog een keer. Ja, ik zit naar achter te kijken. Hebben jullie zin in kerstmis? Oh, ja, ik heb zin in kerst. Ik ben echt een kerstmens. Ja, echt? Ja, ik vind kerst verder geen reet aan. Maar het eten is vaak heel goed. Ja, nee, gewoon het idee dat kerst is. Gewoon kaarde regen, lekker sneeuw. Natte sneeuw. Ja, ja. Nee, maar sneeuw, dat soort dingen vind ik echt vet. Oud en nieuw, ik vind die feestdagen gewoon leuk en gezellig altijd. Ja, dat is wel waar. Het heeft gewoon sfeer, weet je wel. Dat je gewoon vriendloos, gewoon zonder vrienden in de kroeg zit. En dan zit te wachten tot je iemand kan spreken. Maar dat iedereen familie uit je heeft en jij alleen zit te wachten. Heb je dat echt gedaan? Nee, ik zat altijd met jou. Maar ja. Boeien, het gaat gewoon om het idee dat het wel leuk is. Zoom je even doorrijden, hè? Dan kan ik ja, bij. Ja, maar dit is echt mensen... Wanda, wat vind je van Snapkin, de King? Ik weet niet wat ik daarvan vind. Oh, dit ik had was echt heel gehoopt. Vet geweest. Ik had het echt gehoopt, jongen. Ik ben jarig met kerst. Ah. Ga interned uploaden. Ik weet niet wat interned is, jongen. Wanda, eet een appel. Intern. Je hebt geen appel wat bij de hand, jongens. Ja, maar hij zei interned. Ja, die moeten we een keer doen, ja. Dat wil ik sowieso een keer doen. Dat hebben we toen wel eens gedaan al. Was dat voor de Paul? Oh, ik ben gewoon gelekt bij Chromotech. Wat is dit nou? Ja, sorry. Gekikt heet dat. Oh, Chroma moet gewoon even aan zijn trekjes komen om even eerst te worden af en toe, hè? Ja. Kijk, als niemand mijn beuk gaat, alles goed. Mandy dan ziek is, hè? Oh, wat? Brandweer, ben jij er al over? Nee, hè? Shit! Nee. Die gast weer achter me. Wat een vervelend naam mannetje, joh. Hé, hey, waarom heb je een stuur op je fiets? Oh, voor de finish. Nee, anders dan moet je je bel tillen. Oh, oké, eerste, thanks! Gefeliciteerd. Lekker, jongen! Andere high five ook. Middelste high five. Wacht, hoe doe je dat? Zo. Met onze lullen tegen elkaar. Ja! Okay. Wacht, ik kan gewoon over vier. Oh ja, dat kan gewoon over vier. Nice, oké, top. Oh, mijn ogen jeuken nog steeds. Ja. Voor de mensen die niet weten wat mijn ogen jeuken, ik had een vlieg in mijn ogen gehad. Chromo, ik werd net geband voor 6 minuten. Hoe kan dat, Sabrina? Omdat je waarschijnlijk stom deed. En dan zegt hij, nou, dan te veel links, caps lock, dat soort dingen. Dat zou kunnen, maar... Ja, of derp mag je gewoon niet, dat of kan derp ook. Mag je niet, en die bent je gewoon ja, expres, dat kan ook. Mijn vader is vandaag overleden, ik ben nou aan het opvrolijken. Nou, jongen, condoleert, jongen. Ik hoop dat we je zo blij mogelijk kunnen maken, natuurlijk. Ik zou niet depressiever van worden, maar oké. Nee, tuurlijk niet. Probeer eens Forza Horizon op 3 op de Xbox. Hmm. Ja, op de Xbox. Oké, als jij mij even een Xbox opstuurt, dan... Kom op, ken jij S. Heerenberg? Dat ligt naast Doetinchem. Nee, dat ken ik dan weer niet. Kom op, waarom heb je geen Xbox? Wat moet ik met een Xbox? Ik heb een computer. Xbox. Ja, ik heb 200.000 abonnees, dus vandaar dat ze... Maximizer, volg me nu op YouTube, Dutch Gameco. Dat moet je gewoon Chromotech zeggen, hè? Want Dutch Gameco bestaat niet meer. We zagen de tweede helft nog wel lopen. Waarom heet onze appgroep dan nog steeds DGC? Ja, gewoon omdat dat nostalgie is. Voor de good top days. Ik wil ook niet mijn eigen naam zien, eerlijk gezegd, als ik een tweet zie of een berichtje. Alles lekt hier. Anders dan lijkt het alsof je alles vanuit jezelf krijgt. Ja, omdat ik mezelf deed het doen. Batman? Nee, niet echt. Chromo, ga je Modern Warfare Remastered Campaign doen? Nou, ik denk het niet. Dat hou ik gewoon lekker aan Jan en zo. Die mogen lekker die campaigns gaan doen voor Call of Duty. Maar, ik kan het natuurlijk wel gaan doen om gewoon te jatten. Wat? Zo heb je het altijd. Wel grappig dat mensen serieus denken dat je jarig bent. Echt? Dankjewel. Ik gooide alleen kak-icoon in de chat. Nou, maar dat mag niet, hè? Ja, dat weet ik niet, dat is lastig. Nou, gewoon kijken of het niet meer gebeurt. Misschien als je het te vaak doet, dat het dan kun je een ban krijgen. Je mag alleen kak zeggen. Doe een naamrondje. Ja, dat is echt Piet, Jan, Kees, Hendrik. Hoi Chromo, ik ben er ook weer. Ik ben alleen een beetje laat, lol. Nou, Max, maakt niet uit, Max Verstappen. Ik ben altijd blij als jij weer kijkt, jongen. Max Verstappen is gewoon mijn favoriete coureur. Zo, ik heb echt hard gezopen vandaag. Ik heb al één heel flesje. Ja, jij gaat niet echt lekker vandaag, of wel? Wat is er aan de hand, Heidi? Heidi. Heidi. Hey, hoe heet dat is toch Fries, hé? Heidi. Hoi. Heidi. Nee, Heidi. Heidi. Man. Nee, Heidi is toch vader? Heidi, dat is gewoon Heidi, dat is mijn Engelse. Nee, je vader dan kun je Heidi noemen. Heidi. Ja, maar zeg hoi. Hoi. Of ja. Hoi. Heid.
Haiti. Haiti. Ze zei hier in Barneveld, waar kwamen mensen uit Friesland, zei Haiti. Haiti, ja? Ja, dat Haiti. Tabitha. Haiti. Tabitha, de vader noemt hij altijd Haiti. En ik kwam er altijd meteen aan met mijn bakje pleur. GGMLG, waarom is Sumi niet aan het streamen? Kappa Klaus. Ja, dat mag niet, hè. Dat is verbod, zit erop. Concurrentie, hè. Ja, dit is... special content. Special content, ja. Dus een zei je een kontwoord? Je zei een K-woord. Kont. Oh. Mijn vader heet Haiti. Haiti? Wander, ken je me nog? Die was er heel vet geweest. Of in GTA ben ik vaak gewasted. Oh ja, de wasted grappen. Ah, Tom Verne, ja. Begin van de stream zei hij het ook nog. Ah. Maar ja, aan de ene kant misschien... Remember. Kont. Kont met een D. Kont met een D. Gewoon. Ja, gecondoleerd. Dat is, laat maar zeggen, een dikkere kont, weet je wel. Ja, de D staat met dan dubbel D. De, cup van de kont, man. Ja, cup kont D. Oké, Monkey, je mag gewoon joinen trouwens. Monkey mag gemoved worden. Zal ik hem even moven? Ja, doe maar even. Oh, hey, aapje! Ouwe geitenbreier! Monkey! Ons lievelingsaapje! I love you! Ons lievelingsaapje. Vraag aan Derp of hij nog mij kent. Derp, ken je hem nog? Wie? Haar? Wie is haar? Emma? Emma Watson? Emma? Ken jij Emma niet? Emma hoe? Emma heeft een oogje op jou. LSO. Oh, Emma Kus. Ja, die ja. Oh. Oh, kijk. Wacht even. Hier begint wat. Hier begint wat te bloeien. Eventjes in de vertraging. Even wat water. Gebeurde? Wacht even. De cactus begint te bloeien. Wacht heel even. Even wat ja, water even bij de wijn. Bij, even wat bier bij de cactus. Zo, ja, oké. Vertel maar, Durp. Vertel me meer over Emma. Wie is Emma? Iemand uit de stream. Oh. Maar. Ik denk dat dit een alter ego is van Zoomie. Nee, ja, maar ze komt voor jou, zei ze. Oké, dat is een goede zaak. Dan heeft het tenminste smaak. Ik gun jullie het. Ga dit. Wat zei je? Wacht even, wat zei je? Ja, dan heeft ze tenminste smaak, zei ze. Wie? Zei hij. Oh. Wie heeft smaak? Ja, die meid. Oh, kijk, gaat hij dat ook al complimentjes geven? Nou, dat was eigenlijk meer complimentjes geven aan zichzelf. Oh. Oh. Dit is Bob Ross. Bob Ross. Hier, ik doe mijn hand voor zijn mond, maar dat kan niet. Waarom heb je al die dingen trouwens op je stream? Gewoon om een beetje een huiskamersfeer te krijgen. Professionals doen dit altijd zo. Ja, dit is een beetje de habbo-stijl. Monkey, als jij daar die looping voor mij. Dat is mijn microfoon, hè? Kijk. Oh, ja, dat is ook zo, hè. Wauw. Maar Monkey is nog... Maar hoe lang kennen jullie elkaar al, Derp? Kom maar, die cactus is mooier dan Wander. Oh, hoe lang God. Ken je Emma? Dank je. Diep zee lijken. Ik heb laatst een paar streams gezien, maar... Oké, je hebt er echt gezien dus wel. Ook. Nee. Komt ze helemaal naar Friesland? Of zitten jullie te skippen? Doe je Skype of skippen? Of skippen. Oh, brandweer, dit gaat nooit meer goed. Ja? Deze mannen. Zit je pas in Rotterdam 2? Kom maar, mag ik later ook bij je crew worden? Misschien dat je later groot bent, dan mag dat. Dat is echt een job, hè? Een job apart. Deze jongens hebben 2 jaar daarvoor gevochten. Gisteren. Yo, Lucky Luke, we hebben je grappig. Jij bent ook maar gewoon een toevallige voorbijganger. Oh ja. Ik ga straks om 12 uur naar Spanje. Kijk, dat is Chromo Hackers. Wow, wat is jouw naam? Waarom ga je naar Spanje? Waarom hack je Spanje? Ja. Wanneer is subben gefixt? Je kunt subben. Ga je nog een keer opnemen, John? Ja, dat is goed, is wel. Ja, ik kan mijn naam wel veranderen, weet je. Anders heet jij gewoon Yara Siaki. Ja, dat lijkt mij een goed idee. Dan hoef je die vraag ook niet meer een keer te beantwoorden en nee, zo. Nee, dan doe je gewoon net zo. Wat een kaklooping! Wat een kaklooping! Hallo Wander, sympathieke jongen die je bent. Dank je, Noah Stumpert. GTA 6 is geen online, ik heb het gehoord. Nee, in GTA 6 is geen online. Waarom denk je dat GTA 5 zo goed verkocht is? Door de online. Ja, ze stoppen met online. Ja. Weet je, ze hebben ook de online ideeën helemaal op zijn gat. Om heel internet af te schaffen. Ja, dat loopt niet lekker. Het verkoopt slecht en zo. Ja. Nee, jongens, geen rare poep praten, hè, wat je hoort van iemand. What's the difference between a snowman and a snowman? Snowballs. Wat is het verschil tussen een sneeuwband en een sneeuwvrouw? De sneeuwballen. Jongen. Koen, ik vind hem leuk. Wat een zeikgrap. Nee, is goed.
Morgen lekker mijn PTA verknallen door deze stream. Hey, just a Dutch girl. Oh, dan stoppen we gewoon met streamen nu. Ga maar gewoon met durfens kijken voortaan. Oh. Nee, die zit dan alleen maar te flirten met Emma, denk ik. Nee, want dit is een Dutch girl. Misschien is dit Emma ook wel. Oh, ja. Wat gebeurt? Maar deze jongen heeft lek en die heet brandweer ook toevallig. Maar hij haalt hem wel! Hij is ook voor het eerst hè, dat hij mij even neemt. Hij snel redden het mij, maar... Heb je dan brandweer? Ja, snap je niet hè. Hij is verhuisd hè, brandweer is verhuisd. Wat dan? Ja, hij heeft nu nog scheiteriger internet. Oh ja, ik heb zijn kamer gezien inderdaad. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ja, maar monkey. Ja, maar... Brandweer, even serieus, mute je mic. Matthijs, mute zelf je geluid, Harry. Wat? Mijn die heeft niet beter internet. Kom maar, met welk, met welk programma neem je op? Oké, okay, met je shadow play. Meestal met Clublock. OBS. Ik heb ronde 0. Waarom trekt een koe een blij gezicht? Deze lazy kromel, kom op man. Hij moet even een foto trekken, denk ik. Wat slecht bezig. Heb jij nog foto's getrokken? Ja, ik heb lekker foto's getrokken laatst. Nice. Ik heb FIFA 17 al gewonnen. Nee, Mr. Crispy. Oh, daarom ben je gesubscribed! Daarom is hij gesubscribed ook gewoon, hè? Hij kan FIFA 17 winnen. Hij denkt, oh, die kans is best wel groot. Die kan ik voor 5 euro wel gokken. Oh. Nou, jongens, doe even 200 mensen subscriben nu. Dan kan Crispy niet FIFA, de nieuwe FIFA winnen in de andere game. Dit is een goede truc. Marketing, ja, marketing. Goed, ja. Allemaal subscriben, jongens. Dan kan Mr. Crispy hem niet winnen. Dus als we naar de 200 gaan, zijn we gewoon klaar. Wat is dat? Ja. Wat is dat? Daar kan ik niet bij. Nou ja, vooruit. Zo een keer doen. Zo. Oké, nou, dit gaat lekker zo. Wil jij een keer rijden? Ja! Ik wil! Wil je met me trouwen? Ja, oh, dat was een vraag, toch? Ik had dat oordopje in. Ik doe hem even of uit. Of je met me wilt trouwen? Ja! Echt? Ja! Oké, wacht even. Ik zoek even een ring. Maar dan niet met dat aanraken en dat soort dingen, hè? Nee, niet kussen. Nee, okay. Alleen zoenen. Alleen functioneel. Oké, wacht even, ik maak even een ring. Ja. Kom maar even. Ja, ik weet al wat er gaat gebeuren nu. Dan gaat hij hem extra hard doen, zodat het lekker... Nee, wanneer begint brandweer te spuiten als hij waar is uitgerukt? Wel. Ja, ik had 2 euro, dus die kunnen we er misschien tussen krijgen. Maar dat komt later, die kunnen we er later gewoon inzetten. Oh, wacht! Ja, dat is de chat, hè? Ja, dat is mijn goud. Oké, dit is mijn ring. Oh, je auto! Oh, dat is echt een lief cadeau als ring! Gewoon je auto gekregen! Ah! Oké, moeten we nu zoenen? Kom, even kijken, hoe komt het niet in beeld dat we nep zoenen? Red for your life! Bier zo, oh ja, mag je een slokje van je bier? Tuurlijk mag je een slokje van je bier. Ah, oh, dat geluid! Dank je jongens. Nou, wordt er nou een keer gezoend of wat? Ja, we hebben al gezoend, kijk maar op de stream. Wow. Ja. Sorry Mandy. We komen nooit in Woudenberg. Wander, ja. Mag ik bier? Ja. Oh, ik moet echt plassen. Wil jij rijden? Heeft iemand wel screenshots gemaakt van dat mooie moment? Nee, tuurlijk niet. Als ik FIFA voor je koop, wil je hem dan spelen voor een video van me? Ik heb FIFA al 3 keer, dus... Zeg, wil je bier? Nou, nog een keer. Geef je ze terug. Ja, wil je zitten, man! Broeder, brader! Oh. Zo warm. Ja? Ik zweet de ballen van mijn lijf. Zo. Drie keer raden wie de eerste gaat worden. Ik denk dat jij de eerste geworden, want je kijkt voor het eerste keer niet. Dat scheelt altijd wel. Dead by Daylight moeten we ook nog gaan doen. Durp, wanneer heb je tijd? Hallo? Ja. Sorry. Hey, aapje. Morgen niet. Woensdag nemen we die Battle of the Fastest op. En donderdag ben ik weer op. Nice. Volgende week dus waarschijnlijk ergens. Durp, welke dag slaap je bij mij thuis? Dan kan ik het even doorgeven aan de ouders. Donderdagavond en vrijdagavond. Oké, okay, ik ben zelf niet thuis. Donderdagavond kun je ook bij mij gewoon slapen hoor. Ja, oké, dan kan dat ook. Ja. En ik ben dat wel gewoon zo gezellig. Ga je net met Wander getrouwd bent? Maar ja. Vrijdag ben je er wel. Vrijdag ben ik er wel, maar s'avonds wat later. Ja, maar dan kan hij gewoon bij jou slapen. Ja, dat kan wel. We gaan wel bier drinken. Ja, we gaan bier drinken. We gaan durpen poepie laten ruiken. Ik ben pas om 11 uur of zo thuis. Ja, boeien, okay. We gaan die gaan shot, everybody! Oh, dan gaan we hem uithoren over Emma! Ja! En dan weten we alle verhalen van Emma Kus. En weet je wat we dan gaan doen? Nee, wandelen. Niet in een boom aanrijden.
We gaan niet rijden met alcohol. Iedereen vliegt rond, ai ai ai. Want we gaan shot, 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 everybody! Shot, 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 shot! Dat is vet. Oké. Oh mijn god, serieus, de checkpoint is daar? Wauw, dat is een big troll. Jesus. Kom weer alsjeblieft, reageren. Dus vraag een Durp of hij mij nog kent van stream van gisteren. Hey, dus Bas Pro. Wander is natuurlijk. Bas Pro. Ken je Bas Pro? Durp. Durp, ken je Bas Pro? Durp. Durp, ken je Bas Pro? Wander, je krijgt tweede. Kom, niet uitgeleid nou. Oké, bocht naar links, bocht naar links, bocht naar links. Je moet altijd van buiten naar binnen gaan, man. Oké, je pakt hem van rechts, ga je naar binnen. Dan kun je de bocht zo flauw mogelijk nemen. Flauw, man, dat je het zegt. Ja. Doe maar peper bij. Waarom begint brandweer te spuiten als hij is uitgerukt? Ah, brandweer. Hoor je voor de tweede keer. Hoor je dat nou, wat voor grappen er over hier gemaakt worden, brandweer? Het zijn geen grappen als de waarheid is. Hè? Hond? Ja, hier, nu word je uitscholden door hem. Meteen hier zeggen, denk ik. Die natuurlijk. Nu wallriden? Hier was vriendelijk, man. Oké, ik heb ook mijn... Je bent geen uitgestorven wapen, wel. Kom, moet ik helpen? Nee, ik probeer het gewoon. Lekker rustig, jongen. Ja, ik wil die punten pakken, man. Ik ben niet diehard. Wander, als Durp wint, sup ik op hem. Dus zorg dat je wint. Oh! Marco, ben je nog niet geabonneerd op Durp is Gamer? Wow. Ja, dat moet je wel even gaan doen dan, hoor. Maar anders Durp... No! Alleen als je wint, subscribe je. Dus Durp, je hebt nog meer winddrang nu. Iets hoog aanhouden. Oeh. Niet wateren! Wat? Niet wateren! Yo, maar dat mag. Nee, dat is goede koeling. Nu wordt hij druk. Ja, ik weet het. Zo. Oh, Wander, dit moet je niet doen. Nee, dat denk ik. Mijn auto heeft het krassen zo. Ja, maar dat is de overeenkomst tussen je billen en de woestijn. Ik hoop dat ze binnenkort echt tussen die echt stille. Lekker, Wander. Ja, keyboard. Ja, dat klopt, denk ik. Laten we het hopen, hè. Ik heb een mop over bloemen, maar in het Engels is hij nog flower. Hoe lang gaan we die grappen nou maken, jongens, die we alweer kennen? Hé, hoe lang gaan we nog van die flauwe scheidgrappen maken? Wat nou weer? Ik word geband omdat ik jouw info doorgeef in de chat. Ja, maar omdat je het te vaak zegt waarschijnlijk, Mike Smiles, dan krijg je zo'n time-out. Ja, maar voor mij mag je geen linkjes geven. En links mag je ook niet geven, nee. Hoop. Dat is heel link als je dat doet. We zijn een mod band. Oh, hij rijdt door ofzo? Hé, ik ben dat niet, dat is Wander, ja? En Wander rijdt nooit snel. Nee. Wander, wil jij nou over hoop de hele tijd? Ja, dat klopt. Wanneer race to victory? Moet je even in mijn video kijken op YouTube, daar zei ik dat we het bijna gingen doen. Ja, maar dat is niet precies wanneer. Kom, ga ik niet zeggen. Ja, Wander, je hebt hem niet! Wel verder dan ever. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Nou, Wander en ik zaten dus niet op dezelfde school. Maar we reden allebei door het dorp. Waarom staat daar een random paal op bij de wolk? We reden allebei op dorp en we hadden allebei onze tas met boekjes bij. Hè. Toen botsten we tegen elkaar. En toen lieten Wander en ik onze boeken vallen. En toen bukten we allebei en toen stoten we zeg maar zo. Echt zo'n cliché. Ons hoofd zo. En ik had toevallig secondenlijn in mijn haar zitten. Ja, nu dus toen zat ik vast. Een cactus in mijn hoofd! Sorry, die kak zat je hoofd. En toen moesten we naar de dokter. En toen bleek gewoon een pet op te hebben, dus die konden we gewoon afdoen. En uiteindelijk had Wander toen een pet aan zijn hoofd. Wander. En die heb ik er toen afgeknipt voor hem. En toen hebben we elkaar leren kennen. Petje af. Serieus, Robin? Petje af voor onze relatie. Hebben we ons leren kennen, dit boekje. Ik ben Durp's grootste vijand. Maximizer, daar ben je niet de enige hoor. Lekker, Wander. Ik vind hem behoorlijk lastig. Nee, strijden tegen mij hier. Nee hoor. Oké. Kromo, ik heb een uitdaging voor jou. God. Je bent de allergrappigste. Jij moet de allergrappigste stukjes uit elke video knippen. En daar een video van maken. Nou ja, ik vind het een uitdaging voor de kijkers. Ga daar maar eens gewoon. Nee! Als jullie nou een video van mij maken. Ik was er bijna! Oh. Waarom spant iedereen ook echt voor me? Nee, maar dat is een leuke. Als een kijker zeg maar kan editen leuk, maak even een video van de afgelopen jaar of zo met alle leuke stukjes die jij kent. Een trouwe kijker weet het wel. Nou, dat wordt en een dan maak video. Ik gewoon een video van 20, 30 video's bij elkaar, inderdaad. Dan heb je een video van 1 minuut. Nou, dat was hartstikke leuk. Nee! Oh, dit is echt gemeen. Ja, schrikkelijk al die light tegenaan. Steffetje, sorry jongen. Ik ben een jongen, maar mijn vriendin heet Emma. Zij durft dit? Wacht even, ik ben een jongen, maar mijn vriendin heet Emma. Wie zei dat? Dat zei Durp, denk zij ik. Zij Durp dat? Ja, Durp zei dit. Durp is gamer. Je kunt dus de Y nu weghalen uit zijn naam, hè? Ja. Het is niet meer Durp is gamer. Maar het is Durmus Emma Durp is kus. Wat? Durp is kus heet hij tegenwoordig. You have been led by Durp. Durp is kus. Kom op Wander, dankjewel. Okay. Beach Lona. Ah, relationships goals jongens tussen Durp en Emma. Doe even allemaal een hartje in de chat voor Durp is gamer en Emma.
Nee, wacht even. Trouwens, nee, doen we niet. Straks is Emma gewoon een meisje die wel verlegen is. Gewoon een grapje, Emma, als je dit ziet. We zitten gewoon te clear, hoor. We kennen je verder niet. En ik wil ook niet... Weet je nog dat Dennis toen een vriendinnetje had? Ja, dat was leuk. Maar misschien... Okay, Marianne! Andere naam. Marianne! Ja! Durp even met Marianne! Ja, leuk. Doe even nu allemaal. Voelt ze zich helemaal rot. Weet je bij wel snel over. Oké. Nou ja, maar straks is Emma echt een meisje die zeg maar een beetje verlegen is. Zo, weet je wel. Ik wil niet iemand kwetsen. Straks zegt ze, ik vind die Durp fucking lelijk. Ik wou er weer opkomen. Snap ik. Allemaal hartjes. Ja, Durf, kijk eens aan mijn hartje voor jou. Kakscheid. Ik hou ook allemaal voor jullie, hoor. Ken je me nog van vorige week? Ja, tuurlijk. Ja, ik kwam hem tegen op straat. Ik kwam jou tegen. Kunnen we deze niet gewoon? Emma was verleefd. Je moet hem even door hebben, hoor. Haha, dat wordt een uitdaging. Straks vindt Durf dit niet leuk. Jawel, Durf vindt het wel leuk. Kijk, ik ken Durf al zo goed. Ik zit in een hoekje te huilen. Ja, maar ik ken Durf al zo goed. Ik ken Durp al zo gigantisch goed, jongen, dat wil je niet, dat wil je niet weten. Oh ja. Oh, hij is nog langer. Wanneer ben ik geboren dan? 1994. Kijk wat een liefde in de chat, jongens. Ja, nice. Ja, klopt wel, hè? Nee. Wat klopt niet? 1996, vriend. Ja, dat zei ik. Dat jawel, ik zei 4 plus 2. Dat zei ik vorige week een keer ergens. 1956, goed gedaan, ja, dit klopt nog. 1956. Ja. 1950. Hitler! Oh, oké. Okay. Ik maakte een Hitler-grap. Ik ben uitverkoren. Hey, ik ben zo terug. Jij mag mee op kamp, Durp, volgend jaar. Introductiekamp. Kan ik je leren kennen. Ja, je krijgt je wel een ontgroening, hè? Net als bij Vinnie Kat. Weet je, delay in de chat of ligt dat aan mij? Zou kunnen, Steffertje, dat er delay in zit. 20 seconden. Ja, zoiets. Dat zou goed kunnen. 20 seconden op stream, ja. Maar hey, live with it, oké, jongens? Zo goed 20 seconden per minuut, keer 4. Wat? Ja. Nou, we zien vanzelf als we Hitler in de chat zien staan, dan weten we ongeveer wanneer dat was. Ik ben een jongen, maar mijn vriendin heet Emma. Oh, leuk, Emma kus. Oh, dat is een jongen, Emma kus! Dus het is wel Durpes Gamer! Wat? Is het echt een jongen? Ja, het is een jongen, maar hij zit op het account van Emma. Ah! Oh nee, hij heeft zijn account naar Emma genoemd. Smaak was goed. Ja, smaak was heel goed. Oh ja, sorry dan. Zit Jochem ook in de chat? Ik weet niet, Jochem is een beetje een faggot. Maar wel een leuke faggot. Nou, reageer even op de stream. Ja, dat doe ik. Want, check hoe laat het is, dan weten jullie dit lezen, is het precies 1 uur 1. Oh, het is nu 1 minuut 2. Maar ja, dan zit er dus bijna een minuut delay op. Oh! Wander, waarom doe je dit altijd zo? Ik dacht van, yo, dit wordt wat! Het is echt niet leuk. Ik ben Hitler en ik heb een gast op bezoek. Wat moet ik? Hi, Hitler. Kromo, ik heb nu ook een DX Razer! Lekker. Nice! Die heb ik ook trouwens. Ik wou al zeggen, wat boeit mij dat? Maar, oh ja, die heb ik ook. Ik moet even een nieuwe vragen. Nu alweer een nieuwe. Ja, ik ben niet van mij zat. ik wil een ander kleurtje. Ja, roze zeker. Met zijn eigen logo. Ja, met mijn eigen logo. Anders. Ook nog eigen logo. Ja, laat ik gewoon zo'n logo uitprinten, die naai ik erop. Ja. Want we weten goed ik het naai. Ja, je weet wel goed naaien. Ah, oké, de jokes. Ik wist dat hij ging vallen. Hij was zo groot en hij ging die kant op. Ja, Kefke, sowieso. Kom maar, wanneer komt er een... Komt de verloting van de games? Oh, de dat zeggen we altijd voor de grap, zodat heel veel mensen komen kijken. Ja, nee, dat doen we gewoon puur om subscribers te trekken. Maar we wel volgen. It's all about the money, weet je. It's all about the money. We willen gewoon dat jij subscribt, zeg ja, je krijgt giveaway, maar die krijg je dan vervolgens niet. En ga ik straks nog eens na de stream. Dit? Er komt op Kromme's tweede account. Na de stream, dan geef ik hem gewoon aan mezelf, aan mijn tweede account. Nee, dan ga ik hem gewoon verloten. Kan hij met zichzelf spelen. Zo, die gozer. Die werd anders te boven gereden. Ah, wat? Er liggen allemaal gasten daar zo, zag je dat? Ja, dat is de reden dat ze allemaal klootzakken zijn. Oh, ik ben aan het chatten, Wander, dit gaat niet goed. Ara. Bier. Ben er weer voor 999 huh? Iemand wil geband worden. Waarom? Ah, dat zegt hij. Waarom?
Als die Willem Pietje nou eens even oplossen. Ah, dat is lullig! Ai, 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 dit is lullig! Dat is lullig! Ai, 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 95! Dubbes Gimme! Hallo? Hi. Hoe is die gozer aan de kant beuken hier. Hoppa. Oeh. Alleen dat kutte nu wel is. Ik sta nu eerst er wel, maar in de playlist... Oh, zei je wel? Diamantje wel. Oké, let's go! Move on! You gotta move. Nee hoor, hij is weer niet. Yo, Kromo, nog gefeliciteerd met je 200.000 abonnees, boy, bro. Wat zegt hij nou eigenlijk? Keer. Kakeer. Gefeliciteerd. Dankjewel, jongen. Au, even kijken. Hij is groen. Au lid, 22. Dankjewel, jongen. Wat is de verleden tijd van komkommer? Kwammer. Het zijn allemaal oude grappen, jongens. Ja. Ja. Wat is de verleden tijd van sinaasappel? Verrotte sinaasappel. Het is verleden tijd van deze wereld. Dan is dat ding is toch in het verleden niet rot geweest. Dat is de toekomststap, sinaasappel. Oh, oh. Nou ja, kut. Jammer. Volgende keer beter, hè. Oké, wat is verleden tijd van sinaasappel? Is Wanda gefinished? Verrotte sinaasappel. Nou ja, ik heb de looping gedaan en Wanda is gefinished. Ja. Hoezo is dat cheat? Ik ben ook een mens. Wat, heb ik gecheat? Ik heb ook twee ballen. En een worst. Dankjewel voor alle felicitaties, jongens. Het hoeft eigenlijk niet echt. Ik voel het niet echt als een verjaardag. Het voelt meer als gewoon de grootste party van mijn leven. Wat gewoon is de echt leeftijd van Zoom? De meest leeftijd van Zoom is 33, zei ze. Nee, wat is de verleden tijd van Zoom? Sammy. Weet ik niet. Sambal bij. Nou. Kattenvlees. Je hebt echt haat tegen mij, of? Nee, nee, nee. Wel liefde. Haat. Ja, lieve ja, haat. Ja, ja. Zo, die gooit de haatrelatie. Ik heb mijn ring nog steeds om, jongens. Wat? Ja, verloofd? Ja, nee, we zijn verloofd, Wanda en ik. Verloofd het of niet? Verloofd het of niet, maar het is echt waar. Het is echt waar. Ze hebben zelfs gezoend. We hebben zelfs. Nou, oké, wacht even. Dan ga ik even anders uitleggen voor de kijkers, de nieuwe kijkers. We hebben niet gezoend. We hebben getong. Gewasmachinend. Gewasmachinend. We hebben de klerenwasmachine gedaan. Ik vind je Stonehout heel leuk op Chromo Place. Dankjewel, Beach Leona. Lona. Beach Barcelona. Beach Loner. Beach Loner. Er zitten twee eieren in de pan. Zegt de ene tegen. Wat is het warm? Zegt de andere niet zo zeuren, daar word je hard van. Sven, deze heeft Chromotech bij de dump gekocht. In Kootwijkenbroek. In Kootjebroek, jongen. Kom maar, wat is 1 plus 1 piemel? Wat is 1 piemel plus 1 piemel? Je kan piemels niet optellen, alleen aftrekken. Het is een heel oud grapje. Maar echt een lullig grapje. kun je mijn naam uitspreken? Ik heet Aitron. Nou, dat klinkt als een Pokémon, jongen. Klinkt als een Magnetron. Ik ken Jochem persoonlijk. Wil je dat ik vraag om hem te joinen? Nee, Monster Vibes. Alsjeblieft niet. Weg met die fan. Morgen biker DLC. Kijk, screenshot, Rockstar, Chromo 1113333. Oké, ja, gaan we sowieso doen. Wanneer wil Bob en Teun? Bob en Teun, dat doen we... Ja, nooit meer. Bob en Teun doen we donderdag. Oh ja, donderdag. We gaan met de bikers update verder. We kwamen in ons videootje aan, het is echt serieus al lang geleden hoor, dat we dat hebben gedaan. We zijn meer van de free roams de laatste tijd. Het is gewoon, ja, dat is ook leuk. Maar we gaan gewoon eens even lekker om een ouderwets Bob en Teun doen. Gewoon lekker ouderwets. Gewoon lekker dom lullen, een beetje die dingetjes bekijken. Ja, daar ben ik heel slecht in, de domme lullen. Ja, nee, maar daarom. Ik heb liever iets op niveau, weet je wel? Gewoon met ik moet weer gaan, ik kijk misschien wel een keer terug. Nou, Lieke, weltrusten, bedankt voor het kijken natuurlijk. En weltrusten en succes met wakker worden morgen. Ja, je moet om 6 uur de bed uit. Of om 6 uur, nee, om 6 uur op het werk zijn. Ik word altijd om 6 uur wakker. Ja, 's avonds. Nee. S'nachts. Kan je een keer Pokémon opnemen of ben je er klaar mee? Ik doe verder geen Pokémon meer. Dus als ik nu Pokémon ga opnemen, dan heb ik zoiets van ik ben niet speciaal. Dus dan moet ik er weer mee gaan beginnen even. Inderdaad, en dan ben je heel veel lager level. Dus dan kun je niet echt meekomen in de buurt, denk ik. Nou ja, dat kan ook wel. Ik ben niet zo laag. Zeg mijn naam, Joa. Ik hou van gimmen. Gimpen. Ga ik even stoppen te doen in free roam? Zullen we een keer verstoppen te doen in real life? Nou, we kunnen best een keer verstoppen te filmen. Ja. Dat lijkt me echt leuk, dan zie je niks. Wow, waar is Chromo dan? Ja, die is verstopt. Ja, dat is fantastisch. Dus we filmen gewoon deze boom. Ja. Maar Chromo is verstopt. En dan zit je uiteindelijk achter die boom. Davy, ouwe lumpia boer. Je doet nooit meer GTA Funny Moments uploaden. Chromo Tag, daar heb ik vorige week nog 3 van geüpload. Alleen ik heb er geen Funny Moments in de titel gezet, maar GTA Online. Dus ja. Of GTA wanneer ga je Scrap Mechanic doen? Ja, Funny Jobs heet het trouwens. Shit. Maar niet Funny Moments, dus ja.
Maar het is gewoon hetzelfde. Gaan we ook nog een keer die wat is Who's Your Daddy doen? Die vind ik vet. Ja, oké, maar dan moet je niet zo trillen. Ja, sorry, ik heb gisteren een dildo ingeslikt. Oh ja, dat is lekker. Oh jee! Nee, maar zo, die crasht even hard, jongen, die roze. Kromo, ik ben er nu pas bij. Wil je mijn naam zeggen? Ik heet... En dat ga ik niet oplezen. Wat? Xander heet hij. Ja, lul, dan heb ik het alsnog gezegd. Ja. Kromo wil kaas. Nee, Xander. Oh. Dus het lijkt op Wander, maar dan... Maak erop, steeds mooi. Alleen als... Oh, heeft hij me een keer gehaald, hè? Mega Force Anger. Jongen. Daar ben je er een keer bijna. Thijs, je hebt helemaal niks gemist, hoor. Behalve heel veel leuke dingen. Ja. Heel veel leuke dingen, man. Goh, wat was het leuk. Wow, we liggen in een deuk. Hey, Durp. Oh, we mogen die Emma gewoon plagen, hoor. Hoe laat ben jij naar bed? Dan. 10 uur? 11:30 of zo. Wow, mag jij zo laat van naar bed? Kijk! Nee, maar dan gaat mijn vader dubbel dekken. Ja. Maar, Ik ben beddekker. En ik ben dubbel swagger. What's up? Ja, misschien nog even een potje Counter-Strike wil ik straks doen. Nu moet dat bij zo'n Counter-Strike. Yo, gast, ik vind Counter-Strike leuk nu! Love voor de Counter-Strike, boys! Eerst altijd de haat op de Counter-Strike. Ja, klopt, maar dan komt dat Teaser Day. Maar nu Teaser niet zoveel meer is, hebben we het niet meer zoveel over Counter-Strike. Ik vind het opeens leuk. Jongen, ik heb ook al die wedstrijden gevolgd hoor. Van NIV, Navy. Zes komt dat TCT speak. Hey, heb je dit ook gezien? Oh, wacht even. Ik heb ook gevolgd. Ik vind Counter-Strike echt leuk, dus. Het kan. Oké. Spuit brandweer veel op zijn werk. Nou ja, hij zit in de auto-onderdelen, toch? Spuit hij ook, hè? Auto-branche. Nou, spuit hij de deuren, zoals de beschadigingen zo. Auto-Frans. En met kerst hebben ze de auto-krans, hè? Hoe laat moest je vroeger naar bed? Ik mocht elk jaar dat ik ouder werd, mocht ik een half uurtje langer. Ja? Dus nu mag ik niet meer naar bed. Ja, dat is kloot, hè? Ik had tot mijn 16e was het ook altijd zeg maar echt 7, 8, 9. Ja. En dan op het duur was het. Mijn moeder ging om die tijd koffie drinken. Adriaan! Even tussendoor, jongens. Adriaan! Bering. Je gaat niet schelden met een ziekte. Adriaan, bedankt voor je 1 euro donatie, jongen. Hij zegt, lekker bezig, jongens. Jij ook lekker bezig. Bedankt voor je 1 euro donatie, jongen. We really appreciate it. Welcome by the stream. Doe even mee, monkey. Ik het nou over had was... Over je bedtijd. Ja, op het duur ging om 8 uur ging mijn moeder koffie drinken zo met pa. Dan ga je proberen te rekken, hè? Nee, dan mocht je daarbij blijven op een duur, weet je wel. Had je die leeftijd dat je mee mocht koffie drinken, maar daarna moet je naar bed. En dan was de koffie altijd zo. Ik drink ook wel mee, want ik hield niet van koffie, maar ik denk... Hey, als ik mee ga wat stop drinken, eigenlijk dat je als kind zijnde voor dat je moest slapen koffie moest drinken. Dan ga je cafeïne naar binnen werken voor je naar bed. Wij hebben cafeïnevrij koffie altijd. Okay. Maar ik ging ook koffie drinken. Ja. Want ik dacht van als ik koffie drink, kan ik nog net die 10 minuten extra pakken. En dan pakte ik dus die 10 minuten extra en dan ging ik naar bed. Ja, en dan had ik altijd zo'n stand. Ik ook, maar dan met 2. Yes, 10 minuten later naar bed. Ik vond het altijd cool als mijn broer eerder naar bed ging dan ik. Dat vond ik echt heel cool. Ja, dat was ook cool. Maar mijn zusjes hebben dat nog steeds, hoor. Ja? Nou, dan gaat Julia, die gaat echt niet slapen als Marjolein en mijn andere zusje, toen hij thuis is. Dat is heel raar, dat is echt grappig. Nou, je mail houden, wat brandweer is. Nee, want ik wil er niet naar bed. Nou, brandweer zeg maar, wat wil je? Ja, duurt zo lang. Wil je ook langer opblijven? Nou, okay, mooi gepraat, brandweer, superleuk, echt gezellig. Later. Wat, geen huis? Ga je weg? Nee, gek. Het andere geweld niet. Ga je weg, laat me niet alleen, weet je wel. Het is gezellig toch, Monkey? Het is gezellig toch, Monkey? Monkey? Ja? Het is gezellig. Stefke, klopt. Ik ga die even bijwerken nog. Ik heb geen tijd gehad. Ik heb er eigenlijk niet aan gedacht, gewoon eigenlijk. Vanaf mijn vakantie niet. Mag ik pils? Vanaf mijn vakantie. Dus Nee, die is te groot. Daar word je groot sterk van. Oké. Waarom doe ik nou niks? Hallo? Je hebt weer hier al wat leunen in de spiekerpot. Start die voor jullie wel trouwens nu? Nee. Ja, nu wel. Je hebt ook besloten. Sorry. Altijd die drie mannen. Oh, dat is een not contact. Er is een banaan een gat aan het graven, maar toen hij gestopt is, kreeg hij er een kromme rug van. Oh. Wat een kakgrap, echt waar. Move your ass. Kom maar weer mijn naam zeggen. Nou Daan, dat doe ik gewoon niet, sorry.
Zo, jij krijgt even een zetje van uw lul, hè? Dit is... Zo! Kijk, een vlieg voor mijn voorhoofd. Nou, yo! Zo, gaat lekker hier rood. Zo, moet snel... Oh! Wander, blijf nou alsjeblieft een keer naar. Hij is er bijna laat. Wat een auto. Sorry. Oh man, ai ai ai. Wander, hou die banden nou eens op de weg. Oh Wander, moet dit nou? Oh Wander. Oh Wander. Oh Wander. Oh Wander, er zit een vlieg voor mijn hoofd. Wander, wat doe je nu? Oh Wander, wat doe je nu? Oh Wander in de fruitmarkt. Oh, niet aan die peren zitten en die banaan. Oh, had je het over mastruperen? Oh, mastruperen. Oh, blijf van die banaan. Oké, okay. Pas op voor die glascontainers. Oh, zie je, lik dat persikje. Oh, kus de walright. Kus mijn sixpack. Je weet echt hoe je snel een stream gewoon raar kan laten. Ja, hoe je snel ik geband kan worden. Oh, Wander, wat? Pretty much. Bijna! Ja, ik schrok van jou. Ja, nee, ja, je had erbij. Wat is rond en bruin? Wander is aan bij. Homo, ken je de game Hello Neighbor? Die ken ik niet. Wander, ga door jongen, dat gaat lekker zo. Ja. Wil je mijn naam niet zeggen? Nee, dat ga ik zeker niet doen, Knolly. Rijd door. Gerald, ik heb hier hem op. Nou, daar gaat hij komen hoor. Gerald, wat vind je van AMD's processoren? Kut! Het meest van zijn is de stukje blees. Nog een keer te wel een fijn. Het gaat helemaal niks worden, jongens. Nee, AMD is kloten, moet je niet halen, jongens. Dat is gewoon even de tip. Oh, kom maar, wat vind je van tepels? Ja, omdat jij tepel heet, moet ik daar natuurlijk wat voor gaan zeggen. Nou, ik ken een liedje, want tepels liegen niet. Dus dan ga ik ook niet liegen over tepels. Lekker, Wander. Net niet in het zwembad. Hij wel. Ik vind ze vierkant. Ik ga doen tot de volgende stream. Rijn, bedankt voor het kijken. Tot de volgende stream. Leuk dat je erbij was. Je bent onze superheld natuurlijk. We love you. Nu bij Nema, 3 BH's voor 10 euro en daarvoor laat ze nog niet hangen. Daarvoor laat je ze toch niet hangen. Ja, kom op jongen. Oké, je weet wat je moet doen, hè? Je moet nu laag rijden, niet aan de muis zitten. Niet aan de muis zitten. Wallrides moet je nooit de muis aanraken. Ik heb er 1 jaar over gedaan om 100.000 views te halen. Hoe ging het bij jullie? Ben je goed bezig, verantwoord. Ik ben trots op jonge vuist. Dat weet ik eigenlijk niet echt. 100.000 views weet ik niet of dat in een jaar is. Welk dier bestaat voor 75% uit wolf? Dankjewel, Escape Gaming. Een wolf. Oké, okay, je las het, of niet? Nee, maar dat kwam me gewoon als eerste op. Dat is wel vaker gezegd. Ik vind het wel grappig. Wat zegt een Wat is het verschil tussen Zoomie en haar grote mond? Allebei even lelijk. Nou zeg, en dat zegt Jaraski met Chromo, zegt dat. Waarom zeggen wij dat? Jan, doe niet zo stom. Dat moeten we echt nooit meer zeggen hoor. Ik ga huilen. Dit liedje gaat in één keer een stapje hoger. Ja, die denkt van, goh, wat een spannende race. Gewoon lekker, allemaal auto's op elkaar. De hele team. Ja, Bjorny, check later bruh. Chromo, wil je ook Counter-Strike met pack opening? Ja, dank je! Case opening, dat is echt een waste of money, dat zou ik nog niet doen. Waarom niet? Je betaalt ongeveer dan 2,50 euro per case en dan krijg je waarschijnlijk telkens een item van 10 cent of minder. Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja. Okay, nee, doe gewoon niet. Laat me gewoon lekker, Nou, misschien dat ik een keer een paar cases doe. Ik vind case altijd wel een aardige gast, ik gun het hem wel. Ja, kom op Wander! Go, this is the moment. Niet hard sturen, omhoog. Ja. Wat doe je nou? Je rijdt ik gewoon Ik deed omhoog, omhoog, omhoog! Nee, je deed niet omhoog, omhoog, ik drukte op D! Van Dirk, ga omhoog! Nee, de D van Dirk gaat omhoog is anders. Je zit aan de Bas en Digros te denken. Oké, rijd er tegenaan. Wil je? Probeer hem te ontwijken. Oké, laag aanhouden, laag aanhouden, laag aanhouden. Ja, bijna. Ja, bijna. Mag ik hem 1 keer doen? Ja hoor. Oké. Niet dat ik hem in 1 keer haal hoor, jongens, maar... Dubbel. Het zou wel leuk zijn. Ja, maar ik heb allemaal klootzakken hier, dus... Gewoon, je moet achter iemand staan, ja, nee, ik beuk niet te ver gas geven en zo, gewoon een beetje tussenin blijven. Ja, nee, ja, nee, ja, nee, nee, nee. Wander krijgt nooit omhoog. Ik ken hem Timberg, ik ken hem Timberg. Jongen, wat is dit nou voor... Iedereen zit lekker bij de ramp. Ja, dan word je van alle kanten van achter. Ja, van alle kanten. Oh, wat van achter hoor. Zoomie heeft het altijd van achter. Jongens, gewoon hex downloaden, dan komt alles goed. Zo, ik ga even van zijkant zo. Oké, ik ga even weg snel hier, want ik blok mensen hun weg. Oké, even allemaal respawnen en nu gaan. En weet je wat het is? Er is 1 knuppel die niet kan rijden en die gaat hier lopen liggen, weet je wel. Aan de kant, Jaraski Chromo. Waarom liggen dat de hele tijd? Nee, ik beuk een gast aan de kant natte vent. Ja, brandweer wegrijden.
We moeten gewoon op elkaar wachten. Zo moeilijk is het niet. Oh my god. Oké, daar gaan we, daar gaan we. Iedereen wil first. Oh, die zit er ook wel echt in. Yo. Nice, Chromo. Dat fijn heb je. Ja, ik heb er wel op meegenomen hier nu. Van gele bananen. Oké, nu meteen in één keer door. Hopen dat het gewoon... Nu moet je juist wachten. Dat er heel veel heeft mensen hem het allemaal anders al gehaald? Nee, niet. Waarom ben ik altijd één? Ja, er ligt hier weer één sukkel. Ik denk dat hij wow! Gewoon expres doet. Bijna, man. Er zit een vlieg op mijn neus. Ja, er zit de hele tijd een vlieg op mijn neus. Het is een verschrikkelijke vlieg. Oh, ik blokte weer de heleboel hier. Ik zie nu niemand. Oh, laat maar. Ja, er zit niemand hoor. Nou, ik heb weer iedereen aan de kant gebeukt. Je hebt weer vrijheid. Ja, doe het nog een keer dan. Another one. Ja, nu is het vrij. Ah, er rijdt weer één sukkel, zeg je dat? Het zit bovenop. Oké, nou moet ik hem halen, maar dan rijdt hier die knuppel. Ai, ai, ai. Huh, maar die kwam er ook in één keer pot. Ja, ook plof ook nog even. Was het toppunt van gezelligheid? Oh nee, zieligheid. Gezelligheid is natuurlijk hier. Oh, ga naar de kant. Oh nee. We hadden ons moment. Ik moet nu aan de kant, jongens. Ik sta ervoor. Snel. Hey, vrouwen gaan voor, hè? Nee. Yeah. Oh ja, dan zeg dat je het ook. Mannen geweest zijn, hè? Vrouwen gaan voor. Schaffen allemaal aan de kant voor mij. Oh, wacht even, Zoomie. Ga je me nou vertellen dat je... Nee. Ben jij een... Ben jij een... Wow! Ik word dik. Jongens. Ja, kom op, kom op. Kom op, Tom. Kom op! Ja, zo kom je er nog nooit op, man. Ja, hier. Wat? Wat is dit boost dat je had? Wat, die boost die ik had? Ja, dat opeens... Heb jij hem al gehaald? Ik heb al lang gehad. Oké, okay, let op de blur. Ik zit je te spectaten, maar het lukt goed hoor. Poel, ja, nee, let op. Tegenaan rijden. De rest gaat erop weten. Nice, gaat goed. Ah, man. Ai, ai, ai. Jongens, ik heb hem al 3 minuten eerder gehaald. Een beetje net op je gezicht zitten. Ja, die vlieg is echt gewoon kloten. Dat is echt een klote vlieg. Ah, iemand anders heeft hem ook nog gehaald, Rob. Ja, nice. Ik ga hem nu halen, tenzij die gasten hier niet staan. Yo, aan de kant. Ja, daar gaan we. Hoppa. Bijna, man, bijna. Oh, brokken nou, vlieg! Ja, die vlieg is echt irritant, hè? Oh, heb je geen vliegenmapper of zo? Nee, ja, dan moet ik even wel eens over neerslaan. Ja, hij gaat alleen maar op ons. Ja, kom op, Zoomie, dit is het moment. Zoomie, ga crashen, please. Zoomie, crash. Oh, die kant, Chromo. Go low. Yeah, nice. Yes, ik heb hem! Ik heb hem! Durp, ik heb hem! Wie rijdt er nou? Kijk, ik zei het ook, als ik hem één keer maar heb, dan haal ik hem wel. Eén keer maar heb. Ja. God. Ja. Oeh, ik heb hem wel goed. Dit is de eerste lap dat je haalt. En, en daar gaan we weer. Hoeveel 20-jarigen zitten hier? Waarschijnlijk 3. Je moet nog een lapje nadoen, hè? Ja, maakt niet uit. Wander kan goed rijden. Ja. Oh, wacht. Wander kan best goed rijden. Ja. Wander heeft stijl. Stel Tanje. Om zijn bal hard te stijlen. Nee, ik heb Tromo, we gaan al een subber. Of Durp, tot morgen. Just Marco, komt helemaal goed, jongen. Je kunt alleen, je moet wel even abonneren op Durp, ja. Dat is wel zo lief van je, Just Marco. Ik ga weg tot de volgende stream. Later Sven gamen. Iedereen gaat opeens naar huis. En wij zitten hier nu alleen zonder vrienden. Ja. Oh. Gelukkig hebben we nog een paar... Kijk niet op Twitter. Ik ga niet op Twitter kijken, jongen. Kom goed. Gelukkig hebben we nog een paar 21 jaar de best. Vrienden. Sowieso, 21 jaar is een mooie leeftijd. Dat was de leeftijd dat ik bloeide als een dode zonnebloem. Ja, inderdaad. Wat? Als een distel. Dat was wel jouw bloeimoment, ja. Nou ja, het ging best lekker. Ja, ongekend. Toen begon ik met YouTube. Ja. Nee, waarom vliegt hij daar nou weer? Waar koopt een koe zijn kleren? In de boutique. Boe. Wat een stomme grap. Boe. Wat? Een poepgrap, maar wel leuk. Die denk ik niet vaker. Ik maar weer de oude. Er zitten twee kikkers op een randje bij je vijver. Zegt de ene kikker tegen de andere: moet je daar eens niet over het randje gaan kijken? Loopt de andere, daar loopt een klein rupsje. Als de ene kikker gaat kijken, stopt de andere kikker gauw zijn lul in de kont van de kikker en roept 1 april kikker in je vuur. Oké, ik kon het moeilijk lezen, maar ik heb het gelezen. Mooi. En Wander krijgt de kopkaas van. Krijg je de kopkaas van? Ik krijg de kopkaas van. Nee, de kopkaas. Nee, nee, nee. Ik heb de schans te staan. Kopkaas! Bedankt voor 2 maanden subscriben, jongen. Je bent onze dikke lievelingsvriend. Bam, deze klap is op jouw bak. Is voor jou, jongen, omdat je gewoon ons lievelings bent. Wander, haal hem, please. Nee, Wander, ja, kom op, Wander. Nou, Wander, ik haat jou. Laat mij maar weer. Laat mij maar weer, want dit wordt helemaal niks. Kopkaas, super bedankt natuurlijk gewoon voor het resubber, jongen. Even een dikke kak voor jou in de chat. Is goed. Yes. Want je bent de beste. Dus hè. Oké, okay, zo, ik kreeg wel even een boost, maar ik heb die gozer ook even pech gegeven. Ja. Reageert Tony, Koen Cool, sorry man. Koen Cool. Ja, hij heet Koen Cool.
doet me een beetje denken aan Ducky Cool. Ah, kom op, doorrijden hoor. Zoomie, zoomie, zoomie. Allemaal zoomen. Hey, vijver met chloor. Vijver met chloor. Ja, ze noemen dat ook wel een zwembad. Oké, brandweer, ik ga achter jullie aan. Oh, daar zet je. In de glorie. Hey, in de gloria. Oh, chips. Ze zegt wel chips. Lekker. Dat is goed. Ja, dat vind ik lekker. Nou ja, kom op. Zo moeilijk was die weer, jongens. De banden gaan nou niet verkloot op het eind, hè? Nee. Oh, kijk, er komt nog een Kermit kikker. Nee, groene Kermit de kikker. Waarom trekt een koe bij een blij gezicht omdat hij wordt getrokken voor zijn melk? Weer die paal ook, hè? Weer die paal! Een koe is een vrouw. Ja, maar die wordt wel getrokken. Ja. Hoe zijn Duitsers ontstaan toen Belgen varkens gingen neuken? Nou, dan weet ik ook hoe Walters vriendin is geboren. Ja! Is jouw schoonvader te uit een Belg! Nee, uit een Belg! Oh, niet uit een varken! Oh, Matthijs staat weer in de weg. Want hoor. Dat is een varken, is een vrouw. Oh ja, dat is maar jouw vriendin is uit de vader gekomen. Ja, klopt. Dat is ook helemaal niet erg. Jongens, ik ga... Hey, niet zo spammen, Jori Dwarg. Het zwaag. Jori Dwarg. Tot de laatste is deze stream. Tot volgende week winstdag. Nee, donderdag. Als we onze donatie goal gehaald hebben, dan stoppen we meestal. Ja. We gaan nu voor de €500 en dan stoppen we. Nee, wacht. 5.000. Ja, maar als je dat zegt, dan gaat niemand domineren. Dan gaat belasting vanaf. 10.000. Ja, maar ik moet niet met z'n tweeën delen. Ja, oké, 20k. Ja. Oh, wacht, 52%. 30k, dan stoppen we. We krijgen Durp ook een ijsje. We hebben nog een ijsje. Kunnen we dat aftrekken? Een ijsje zelf. Oh ja, oh nee. Ja, dat lijkt me een goeie. Ik trakteer je een beetje van mijn €100 gewonnen geld. Heb jij €100? Oh, je hebt €100 gewonnen van de staatsloterij. Ja, joh. Van harte gefeliciteerd, Zoemi. Ik verwacht van jou inderdaad een whiskytje van €43. Hey, Senna van Gils. Yo. Hoe heet uw hond? Vraagt de doelman aan de scheidsrechter. Ik heb helemaal geen hond. Wat verschrikkelijk. Blind. Alleen Twente wat verschrikkelijk. Blind en toch geen hond. Ah, dat is een voetbalgrap. Snap ik geen idee. Chromo is op Ark Xbox One goed. Nee, dat zou ik niet doen. Ik zou het gewoon PC spelen. Heb je dat op Xbox? Ja, het is tegenwoordig nieuw, maar ik zou het niet doen. Het is hetzelfde als Minecraft op de Xbox, weet je wel. Het is gewoon net niet. Nee, klopt. Je bent de beste Nederlandse YouTuber. Hoe weet jij dat nou weer, Balk? Omdat hij ze allemaal persoonlijk kent en een marktonderzoek gedaan heeft. Hij heeft een marktonderzoek gedaan. Deur, ben je gefinished? Ja, lang. Dat hebben ze bij de Move ook gedaan, hè? Ik heb er 7 minuten over gedaan. Ik heb er 3 minuten over gedaan. Ik weet waar die verhalen vandaan kwamen. Was een gast bij de dokter geweest. Die had dat verteld. Oh, is geloof het. Ga bij een nee. Voor de deur poepen en zeggen dat ze... Oké. Ja, deur, was jij nou voor Zoomie is toch nog vrijgezel, vraagt iemand. Matthijs, waarom ga je stil, jongen? Dus als er nog jongens zijn die met Zoomy verkering willen, ze is vrijgezel. Bij deze kun je er aan de kant swipen of houden. En een date, en een date met te nemen, hè. Ze heeft wel een hele dikke BMW, hoor. Dus, ze heeft een mooie BMW en super... Goeie kookkunsten. Heeft ze nog meer top... Oh ja, ze kan koken. Ik denk dat ze heel goed kan koken. Ja, meer kwam ik eigenlijk niet op. Ze is ook heel aardig. Ze is ook heel aardig, ja. Als je lief tegen haar doet. Ja, nou, oké. Nog meer complimentjes, jongens? Ja, ik ben aan het bedenken. Ze is heel slim. Ze is heel slim. Ja. Als ze een Wikipedia erbij heeft. Nee, ik heb dat lijstje van wat je dan moet zeggen allemaal. Oh, wacht, ik durf het zeggen. Maar heeft hele mooie ogen. Als ze open kan doen. Heel aantrekkelijk. Nou, dit is echt een eye-opener voor mij. Dit is een eye-opener, Nou ga ik erin. Nee. Zoomie is een hartstikke leuke meid. Dus laten we maar geen relatie voor haar zoeken. Laten we er voor onszelf houden. Ja. Wander, hoe heet je vriendin? Larissa. We hebben allemaal hartjes. Nou, en Stefan. Een hartje voor Zoomie. En Stefan. En heeft Emma. Heeft ze goede billen, vraagt Dutch Durp. Het zal weer geen Durp zijn natuurlijk die dat vraagt. Ik wil hartjes, jongens. Hey, was me, man. Nou, laten we het daar ook maar gewoon niet over gaan hebben. Hoe is een Bel geboren? Waarschijnlijk... Zoomie heeft een billenfoto op Instagram staan. Ja? Ja, moet je eens goed gaan zoeken. Hoe weet jij dat? Gewoon... Ik stuur Wander iedere dag op een billenfoto. Oh, waarom kun je mij nooit dat zoiets sturen? Ja, ik stuur jou toch altijd tietenfoto's? Ja, maar die heb je niet. Nee, je hebt ze nog nooit... Weet ik niet, want je hebt ze nog nooit gestuurd. Oké.
Dus dan stuur je eens de hele tijd naar de verkeerde persoon. Chrome attack, exposed. Everything, Misumi, iedereen is gewoon exposed. Yo, waarom zit je te schijten? Ja, op jouw vest! Maakt niet uit. Ik ben er ondersteboven van, jongens. Wat is dat dan?